Goedenavond en welkom bij Afro-Surinamers en Hindustanen in gesprek. Mijn naam is Pravini Baburam en ik ben hier samen met Glenn Kotfried als moderator van deze avond. En deze avond vindt plaats in de Week tegen Racisme. Dit programma wordt ook georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Week tegen Racisme. Die wordt georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart. Tussen 13 en 18 maart. En dit in aanloop naar de jaarlijkse demonstratie tegen racisme en discriminatie. Welke dit jaar op zaterdag 18 maart plaatsvindt om 2 uur op de Dam. De hele week zijn er bijeenkomsten en sessies om de verschillende invalshoeken op racisme en discriminatie met elkaar te bespreken, te verkennen. En vandaag is de invalshoek etnische spanningen in de Surinaamse gemeenschap. En specifiek spanningen tussen Afro-Surinamers en Hindustanen. En vandaag willen we de aanzet nemen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. En dan ga ik hem meteen even doorgeven aan Glenn. Want eigenlijk hebben we al een kleine aanzet genomen afgelopen donderdag. En daar ga jij meer over vertellen. Yes. Goedenavond aan ieder aanwezig hier op deze avond. Voor mij een hele spannende avond. Laat me beginnen met te zeggen dat ik op dit moment kijk naar de zaal en ik zie een onderscheid. Ik zie het onderscheid. Het onderscheid is dat de zaal is bijna opgedeeld. Links, zou ik bijna zeggen. Ik zou bijna zeggen links. Heb je de Hindustanen en rechts Afro-Surinamers. Ik ben geneigd. Nee. En ik maak deze opmerking, zo'n constatering. Dat is het gevoel, misschien is het opties bedrog of is het toevallig. Maar laten we de avond zo beginnen. Omdat ik hoop dat we vanavond... Ik probeer jou te begrijpen. Nee, we blijven precies zo zitten. We gaan niks doen. We weten het zeker. Het is goed. We zien een realiteit in mijn beleving. En die realiteit is goed om misschien het te gebruiken als uitgangspunt voor de manier waarop we kijken naar een aantal belangrijke dingen. En een van de belangrijke dingen is dat wij, of velen van ons, laten we niet zeggen wij, want ik weet niet hoe u staat in het verhaal als het gaat om de bevolkingssamenstelling en dat wat we willen voor Suriname. In mijn beleving, wat we zouden moeten willen voor Suriname, is dat we een leider krijgen in Suriname die begaan is met het volk en op basis daarvan zegt, we gaan doen aan natievorming. Want we zijn nou eenmaal daar geboren. We gaan daar blijven. Velen van ons zeggen we zijn Surinamers. En toch is er een grote vorm van onderscheid die tot discriminatie leidt. Ik ga je geen beurt geven, want we hebben nog een rondje te gaan. Oh. Je komt pas later aan de beurt. Nee, wat ik hier vanavond ga proberen te doen, ik ga dat proberen, is om u, de aanwezigen, te overtuigen dat wij vanavond zullen moeten proberen om het uithangbord te worden van de manier waarop Suriname, de leiders in Suriname, zouden moeten omgaan met de mensen in Suriname als het gaat om de bevolking. Laten wij vanavond het voorbeeld zijn, ondanks dat er zijn verschillen hier in de zaal. Als we het hebben over de uitzending die ik heb gehad afgelopen donderdag. Ik zal u even vertellen hoe die uitzending is gegaan in een nutshell. Op de eerste plaats was ik in gesprek met Rishma Koepsien, ik zeg het toch goed? Dat komt. Dat komt. Even geduld. Laat me even mijn verhaal afmaken. Rishma had ik in de uitzending en die gaf alle aanzet om te kijken naar die gemeenschappelijke geschiedenis. Wat verbindt ons en wat scheidt ons waarvan de mening, mensen zijn de mening toegedaan dat de kolonisator gezorgd heeft voor verdeel en heers.
Daarna kreeg ik Previni, waarmee ik ook in gesprek was. En die zei van ja, we moeten gaan kijken van wie is de schuldige in deze. En dan zijn er mensen thuis die luisteren en die zijn de mening toegedaan van nee, ophouden met dat ding. Want mensen kregen het gevoel dat als het gaat om het slavernijverleden en het emigratieverleden, dat dat op één hoop wordt gegooid, waarvan mensen de mening zijn toegedaan. Het slavernijverleden dat 400 jaar heeft geduurd, waarvan de misdaden zijn gepleegd tegen de menselijkheid, dan gaat het om de mensen vanuit Afrika. Dat kan je nergens mee vergelijken. Mensen vinden dat ook niet eerlijk. Wat mensen ook niet eerlijk vinden, en dat is ook wat er speelt in die gemeenschap, is dat Afro-Surinamers hebben dus decennia lang gevochten voor erkenning voor die misdaad, waarvan ze dus hebben geconstateerd dat de mensen van hun Hindustaanse komaf geen onderdeel waren van die strijd. En dat ze nu de indruk hebben dat hun Hindustanen ook nu, zeg maar, Nederland de excuses gemaakt heeft, zijn ze de mening toegedaan dat hun Hindustanen willen profiteren van de situatie die zich nu voordoet. En wat is er aan de hand? Natuurlijk weten wij dat er binnen veel Hindustanen en Afro-Surinamers is een grote vorm van broederschap. Alleen de leiders van ons die dat gevoel zouden moeten versterken onder elke burger van Suriname, waardoor het misschien ook uitstraalt naar Nederland, dat gebeurt niet. En zeker niet de huidige president die we nu hebben. Hij heeft zelfs een aantal uitspraken gedaan waarvan hij zegt, ze zijn boos op me omdat ik van hun Hindustaanse komaf ben. In onze beleving, of in mijn beleving, is dat kwaad bloed zetten als het gaat om de relatie tussen die groepen. En dat heeft hij ook gezegd. En er is ook geen enkel moment waarop ik hem kan betrappen op echt daadwerkelijke aanzet tot verbroedering en natievorming. En ik heb het idee dat hij niet degene is die we op dit moment kunnen vertrouwen dat hij dat wat we willen voor onze gemeenschap, mensen van Surinaamse komaf, dat hij dat gaat bevorderen. En we zitten hier op deze avond en ik ga ervan uit, ik ben goed van vertrouwen, ik ga ervan uit dat de mensen die hier zijn op deze avond, dat het mensen zijn van goede wil. En dat we vanavond een constructief dialoog, een constructief gesprek kunnen hebben om te kijken van waar zit die pijn. En we mogen ook eerlijk zijn naar elkaar toe. Daarom praat ik over het feit dat mensen vinden dat je die twee dingen niet op elkaar moet, in elkaar moet rusten. En dat mensen vinden dat er misbruik gemaakt wordt voor de ontstaande situatie. Zodat we alle kaarten op tafel hebben. Zodat we dat gesprek ook op een gezonde manier met elkaar kunnen voeren. Want het is niet erg. Als ik je ergens van verdenk en ik zeg het, ga je altijd nog zeggen van ja, ik dacht zomaar. Het is eigenlijk, ik heb met Previni gesproken na de uitzending. En ze zegt, Glenn, ik begreep het. En we zeggen van, oké, deze avond gaat door. En we gaan daadwerkelijk kijken van, wat is er aan de hand? Wat speelt er? Wie zijn wij, de mensen die hier vanavond zitten? En wat gaan we doen om te zorgen dat wij de aanzet zijn tot het verbeteren van die onderlinge verhoudingen? Ik hoop dat we dat kunnen bereiken op deze avond. Ik heb gezegd wat er speelt. Houdt u daar rekening mee? En als er mensen zijn die nog niet zo ver zijn in dat proces, betracht enigszins geduld. En dan ga ik bij de panelleden. Wat we vanavond gaan doen, ik ga de panelleden aan u voorstellen. Zij gaan hun verhaal doen. Heb ik het goed? Ja, zeker. Als ik daar nog wel op wat mag aanvullen, Glenn. Het is inderdaad vandaag het doel om na te denken over die kaders van solidariteit. Hè? Er zijn spanningen. Maar de reden waarom we vandaag hier bij elkaar zijn is omdat we in solidariteit
In die strijd tegen racisme, want het is de week tegen racisme. In die strijd hoe we elkaar kunnen versterken. En als we dat willen doen, dan moeten we ook weten wat de pijnpunten zijn. Okay. En wat ik daar ook nog aan wil toevoegen, want ik vind het heel mooi, Glenn, hoe jij in jouw inleiding heel erg de relatie met Suriname benoemt. En ik denk dat dat ook het mooie is aan hoe wij hier vanavond als moderators zitten. Ik ben in Nederland geboren en getogen. Veel van de mensen in de zaal volgens mij ook. En dat is ook weer een andere relatie met Suriname dan als je daar bent geboren. En ik denk dat ook die aspecten een rol spelen. Dus ik vind het goed om dat te benoemen, dat we ook bewust zijn vanuit welke positie we praten. Omdat dat ook weer een ander, een andere bagage is, hè, die je meedraagt als je in Nederland bent opgegroeid ten opzichte van Suriname. En om even de brug te maken naar de panelleden. We hebben de mensen gevraagd uit zowel de Afro-Surinaamse als Hindoestaanse gemeenschap, die actief zijn als community organizers, die met beide gemeenschappen en vele andere gemeenschappen werken. En met ons te delen van, hoe ziet dat werk eruit? Wat kom je nou tegen? En hopelijk kunnen we daar ook weer van leren hoe we samen in solidariteit verder kunnen gaan. Dus dat om ook even mee te geven wat de insteek is van de panelleden, om eens te zien wat gebeurt er nou eigenlijk in die strijd die nu wordt gevoerd. En je noemt het strijd. Ik noem het zeker strijd, want dat is wat het is, toch? Het is geen feestje. We zijn benieuwd hoe die strijd eruit ziet en waar strijden we ergens eigenlijk voor. Ja. In mijn beleving zouden we moeten strijden naar natievorming. Dus dat is mijn uitgangspunt vanavond. Als het gaat om hoe kijken we naar elkaar en wat is het belang om te zoeken naar die onderlinge solidariteit. Ik nodig. Ik hoop dat u dat heel kort kunt houden. Ja. Dat zou wel netjes zijn. Absoluut. Nee, ja. Ik ben het er wel mee eens. Oké. Kijk maar terug. Oké, prima. Ik ben blij dat u dat begreep. Ja. Damani Leidsman, onze eerste panellid. Misschien wil je je voorstellen aan onze, de gasten van ons vanavond en uitleggen waarom je vanavond hier zit. Yes, ja, natuurlijk. Mijn naam is Damani Leidsman. Ik woon in Den Haag, dus ik ben op bezoek. Ik ben een podiumkunstenaar en community builder. Ik werk voornamelijk binnen de kunsten met verschillende makers, verschillende afkomsten. Veel Surinamers van alle afkomsten. Daarnaast werk ik ook veel in de queer communities in Den Haag. En daar richt ik me specifiek op queer mensen van kleur. Omdat daar gewoon een hele grote vraag is naar ruimte om activiteiten te ondernemen, om jezelf uit te drukken. En ik probeer steeds ruimte te maken voor die stemmen die we niet horen in Nederland. Ik ben zelf in Suriname gedeeltelijk opgegroeid. En dat was mijn eerste context waar we eigenlijk veel Afro-Surinamers, veel Hindustanen, we zijn allemaal Surinaams. Natuurlijk voel je onderlinge spanningen. Toen ben ik verhuisd naar Nederland. En dan merk je toch dat er een verdeling is. De eerste spanningen, die blijf je voelen. Maar er is ook een verdeling en dat is wit en iets anders. Dus dat is, Pravini had het net over welk perspectief hebben we. Dat kleurt natuurlijk heel erg de manier hoe ik nu ook kijk. De dingen die ik zie, hoe ik ben gevormd. Een ander gedeelte dat me heeft gevormd is dat mijn vader Maron is, Samaka, en mijn moeder komt uit de stad. En zoals velen van jullie weten, zitten ook daar onderlinge spanningen. Dus we kunnen zeggen dat ik ben opgevoed met heel veel spanning en ik hou van spanning. Toch ben ik heel nieuwsgierig, want je zit hier vanavond en je weet waar het om gaat. Het gaat specifiek over die twee groepen. Hoe kijk je naar die twee groepen? Ik denk vooral, sowieso zijn er altijd binnen elke gemeenschap zijn er interne spanningen.
Dus Afro-Surinamers hebben spanningen. Hindustanen hebben spanningen. Daar zijn er ook nog spanningen tussen de groepen. En ik denk dan vooral, waar komt dat vandaan? Want we zijn allemaal in Suriname terechtgekomen. En we hebben allemaal werk gedaan. Onze voorouders hebben allemaal werk gedaan dat we niet wilden doen. Zwaar werk. Onze voorouders zijn allemaal in opstand gekomen op een gegeven moment. Maar op een of andere manier is er in Suriname iets gebeurd dat Afro-Surinamers uit de stad, ja, van de kuststrook, vooral in Paramaribo te vinden zijn. Marons zijn weer ergens anders te vinden in het binnenland. En pas later is daar een migratie richting de kuststrook gekomen. Hindustanen zijn te vinden in Nikeri. Javanen in Kommerwijnen. En ik denk dan, oké, hoe komt dat zo? Dan ga ik terug, denk ik, van wie bepaalde waar mensen konden wonen en werken. En dat was de Nederlandse staat. Dus ik vind het vooral belangrijk dat we bewust zijn dat het ergens vandaan komt. En als we weten dat het waar het vandaan komt, we praten vaak over racisme. We kunnen ook praten over dekolonisatie. Die verdeling is een koloniaal proces geweest. Of nou geweest, dat nog steeds doorwerkt. En dat zie je in de onderlinge relatie. En ik denk dat we allemaal persoonlijk op zoek moeten gaan naar de manieren hoe we eigenlijk dat... Ik zie het als een soort een foute mamio van kolonisatie. Hoe we het los kunnen maken om een betere mamio te maken. Die we zelf kunnen invullen, waarin we elkaar kunnen helpen. Want ik denk dat de realiteit is, en dat voel je vooral in Nederland, of mijn ervaring is, ik voel dat in Nederland extra, is dat we elkaar nodig hebben. Want heel veel mensen die hier aan de macht zitten, moeten sowieso niks van ons allebei hebben. Oké. Dan gaan we naar Reshma. Reshma, goedenavond. Goedenavond. Welkom ook als panel. Kan je ons vertellen, wat is jouw motivatie? Wat zijn je inzichten? Waarom heb je gekozen om vandaag hier te zitten in dit panel? Mijn naam is Reshma Koepsing. Ik werk als psycholoog en als transhealingtherapeut. Mijn Surinaamse en Hindustaanse achtergrond. En de spanningen die krijg ik van kinds af aan wel mee tussen de twee groepen. En de reden waarom ik zeg maar hier dan aansluit is vanuit 3 mei een liefdevol verzoek. Dat is een initiatief wat ik gestart ben. En dat is een nationale herdenkingsdag voor de gehele Nederlandse koloniale geschiedenis. Dus niet alleen voor Suriname, maar voor alle ruim 20 landen waar Nederland is geweest. En we herdenken die op 3 mei op de Dam. Dat hebben we nu dan voor de derde keer. Dit jaar is dat voor de derde keer. En het is eigenlijk ontstaan dat ik als kind, altijd op 4 mei deden we mee met de herdenking thuis. Moest het van mijn ouders 2 minuten stilte meedoen. En ik merkte dat ik van kind af aan gefrustreerd raakte. Ik dacht van, oké, 2 minuten stilte, ik snap het. Respect voor een ieder. Maar waarom niet voor onze voorouders? Waarom is er niet die 2 minuten voor onze voorouders? Want Nederland heeft behoorlijk wat leed aangedaan aan andere mensen en landen. En nou, elk jaar was het opnieuw. Ik deed die 2 minuten stilte met respect, maar ook met frustratie. En op een gegeven moment dacht ik van... En ook hetzelfde gevoel had ik ook op 5 mei. Van voor wie, welke bevrijding vieren we nu eigenlijk? Want onze voorouders zijn ook bevrijd van heel veel ellende. Alhoewel de gevolgen van de kolonisatie nog steeds terug te vinden is in onze samenleving, nu nog steeds. En toen dacht ik op een gegeven moment, hey, 3 mei zou dan heel mooi zijn. Want voordat de Tweede Wereldoorlog was, is er natuurlijk honderden jaren kolonisatie geweest, inclusief de slavernij. En toen dacht ik, nou, ik ga dat doen. Maar ik deed altijd opleidingen naast mijn werk, ik had geen ruimte. Ik denk, wanneer moet ik dat doen? En toen was in 2020 George Floyd vermoord. En toen, wat dat was voor mij, dat ik echt dacht, de wereld wordt echt krankzinnig. Ik denk van dat je gewoon, dit gebeurde natuurlijk altijd al, die onrecht. Maar dat was voor mij echt het moment dat ik dacht van, dit gaat gewoon echt te ver.
En zo vernederend en eigenlijk nog steeds gewoon koloniaal gedrag. En toen ben ik dat gestart. We hebben dat jaar, was het tekortdag om dat jaar nog een herdenking te doen. Dus we zijn van het jaar daarna, zeg maar, is de eerste herdenking geweest. Dat was in coronatijd. En vorig jaar hebben we dan een grotere herdenking kunnen houden. Met bijna geen budget. Dus groot is dan tussen aanhalingstekens. En dit jaar hopen we dat we een grotere herdenking kunnen doen. En hierachter ziet u de foto van een deel van de herdenking. En wat we hebben gedaan is... vanuit verschillende culturen hebben wij de herdenking... Kijk, in de niet-westerse culturen, in onze culturen... doen wij dingen natuurlijk met de voorouders. Respect voor onze voorouders. De lijnen met de voorouders helen. En dat is eigenlijk ook wat de hele herdenking heeft ingehouden. We zijn gestart met de Surinaams inheemse, omdat dat, ik zeg altijd, er is één mama Sranang. En we zijn allemaal, onze oudste broeders en zusters zijn de inheemse. En wij starten gewoon met de Surinaams inheemse. En dat doen we gewoon elk jaar uit respect voor hun. En zij hebben de rituelen gedaan, moeder aarde gevraagd om de rituelen te kunnen doen en de voorouders aangeroepen. En niet alleen maar de voorouders van de inheemse, maar alle voorouders aangeroepen. Om de rituelen te doen. En zoals je op de foto ziet, ziet u bijvoorbeeld links, dat is Olivia Biswane. Zij is dus Surinaams inheems, zij heeft het geopend. Maar je ziet ook kokoskommetjes. En daar hebben we het kokosritueel gedaan van de Kittikotti dialoogtafel. En wat hebben we met z'n allen gedaan? Hebben we ook elkaars polsen ingewreven om elkaars pijn te helen. Dus we kijken elkaar aan, connecten met mensen die je niet kent. En elkaar aankijken. En elkaar te zien, contact te maken met elkaar. En met elkaars pijn. Want die pijn hebben we allemaal. Ook al hebben wij niet de slavernij meegemaakt. Ook al hebben wij niet de contract daarbij de tijd gemaakt. We voelen de pijn. Onze pijn van onze voorouders. Maar ook de pijn van de voorouders van onze andere broeders en zusters. Die een andere achtergrond hebben. Die ook een andere geschiedenis hebben. Maar die pijn voelen we allemaal. Dus dat vind ik een supermooi ritueel. En dat hebben we en de Kwasi Bita. Dat is een bitter stukje hout om de bitterheid van de slavernij te ervaren. Hoe bitter het is geweest. Wat de Afro-Surinaamse voorouders hebben meegemaakt. Dit zijn een paar voorbeelden van rituelen die we hebben gedaan op de Dam. Wat het idee is dat we op 3 mei herdenken wij het leed wat Nederland aan andere mensen en landen heeft aangedaan. Op 4 mei herdenken we het leed wat Nederland is aangedaan. En op 5 mei, als we elkaar zien en erkennen, dan kunnen we in verbondenheid de bevrijding vieren. En dat is eigenlijk het hele idee, dat het uiteindelijk 3, 4, 5 mei moet worden. En ik wil zeggen, het is geen vervanging van Kittikotti. Want Kittikotti, ik ook als Surinaamse Hindoestaanse, vier ook Kittikotti. Om mijn Afro-Surinaamse broers en zusters te steunen. Dus het is geen vervanging, want het gaat over de gehele Nederlandse koloniale geschiedenis. Dus in zijn totaliteit. De gedachte goed hierachter. Misschien kan naar de volgende slide. Nog verder. de gedachte goed achter heel 3 mei is Wang Bong van Dobro. Eigenlijk heet het Wang, maar mensen kennen het als Wang Bong. En ik wil dat fragment laten horen. Dat ben ik. Nee. One bong. So many we weary. One bong. One liba. So many critchy. All I got one say. One ede. So many praxeri. Praxeri pe one boom. Who's there? One gado. So many fasivu and beji. My one papa. So one sranang. So many weary, so many sting, so many tongo, one people.
Ja, en dit is zeg maar, dit is mijn favoriete, een van mijn favoriete Surinaamse dichters. En mijn ouders die zaten bij een stichting in Deventer. Ik ben in Deventer geboren. En in Deventer hadden we een stichting Tai Hori. En Tai Hori was een stichting met alle Surinamers. En ik ben dus ook met het idee opgegroeid van Wang Bong, Wang People. Ik heb mijn Afro-Surinaamse oom, tante, mijn Javaanse, Javaanse ooms en tantes. En we hadden feesten, we gingen vieren feesten samen. We zaten een toneelgroep. We kwamen bij elkaar over de vloer. We vierden Pagwa. We maakten de Kitty Kotti in Deventer. En dus we waren gewoon één. En dat gevoel heb ik nog steeds. En ook al hoor ik ook de verdeeldheid, hoop ik toch dat we met de herdenking op 3 mei, maar ook met dit gesprek vanavond, met hulp van jullie allemaal, dat we meer eenheid kunnen creëren. Want we blijven gekleurde mensen in een wit land die een plek moet innemen. Wij moeten een plek hier innemen en dat is niet vanzelfsprekend. Ik ben zelf in Limburg, heb ik lang in Limburg gewoond, 16 jaar. Daar word je gewoon zwarte genoemd. Werkelijk op je huidskleur gewoon aangesproken. En ik ben daar naar de LTS gestuurd. Omdat ze daar dachten van, oh, donkere kinderen, die zijn dom. Die kunnen niet leren. Ze hebben letterlijk tegen mij gezegd, sommige mensen zijn beter met hun handen en andere mensen zijn beter met hun hoofd. En we denken dat jij beter bent met je handen. En ik heb moeten strijden, elke opleiding die ik heb gedaan. Want ik wist van mezelf, ik dacht, die man die praat maar wat. Ik weet wat ik kan, want het ging makkelijk op school. Dus ik ben doorgegaan en doorgegaan. En uiteindelijk werk ik nu als specialist in de GGZ. En dat is alleen maar omdat ik in mezelf geloofde. Want als ik geloofde in de witte docent, dan was ik naar de LTS gaan werken, net als de meeste LTS'ers. En daarom wil ik zeggen, we zijn hier, dat moeten we denk ik niet vergeten, we zijn hier in de minderheid. Hè? Wij zijn nog steeds die kleurling, die buitenlander, de vreemdeling, de allochtoon, de niet-westerse allochtoon, of hoe we ook genoemd worden. Dus daarom is het belangrijk dat wij de krachten bundelen, dat we eenheid vormen. En dan kunnen wij samen iets bereiken in een wit land, wij als kleurlingen. En dan hebben wij Gerald Leslie. Goedenavond, Gerald. Goedenavond. En welkom ook als panelid. Kan je ons ook meenemen in jouw manier van kijken en voelen wat er met ons gebeurt als het gaat om die verdeeldheid? Ja. Ik ben Gerald Leslie. Ik ben zelf een product van een Afro-Surinaamse man en een Hindoestaanse vrouw. Dus ik ben eigenlijk echt opgegroeid met wat mijn ouders mij hebben meegegeven. Met de struggle die zij hebben meegemaakt om bij elkaar te kunnen blijven. En in de 70s eigenlijk een relatie gelegitimeerd te kunnen hebben. Vele verhalen van acceptatie die er niet was over en weer. Totdat ze uiteindelijk toch hun relatie konden bezegelen. En ons konden krijgen, zeg maar, als kinderen. Dus ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid. En wat mijn ouders me eigenlijk hebben meegegeven daarover, is dat je moet zoeken naar het beste in elkaar. En dat is wat zij gevonden hebben. Ze zijn nog steeds bij elkaar en nog steeds gelukkig getrouwd. En grote voorbeelden voor mij. Zo is mijn vader, zeg maar, Glenn Lashley. Hij heeft hier in de Bijlmer een basisschool opgezet, van de grond af opgebouwd. En was uiteindelijk de grootste basisschool hier in Zuidoost. Maar ook niet zomaar, want het is een school waar iedereen welkom was. Iedereen, waar je ook vandaan kwam, je voelt je thuis. En hij is ook degene geweest die ook ons heeft laten zien. Ik heb nog een broer, Gordon Lashley. Hij heeft ons laten zien van, hey, dit kan niet in het onderwijs. Dit kan je niet, zeg maar, in de Nederlandse maatschappij voorschotelen aan kinderen zoals Zwarte Piet. Hij is echt een van de grondleggers als het gaat om de strijd tegen deze racistische karikatuur. Terwijl mijn moeder, die werkte op de basisschool De Dapper, en die werkte weer met moslimkinderen.
Terwijl zij van Hindoestaanse afkomst was. Dus ze zijn allebei mensen en ja, strijders in mijn ogen die altijd de uitdaging hebben opgezocht om het beste in mensen te vinden. En ja, een grotere community builder als mijn vader, die ken ik niet. Dus ik moest ook die kant op gaan, maar dan wel met mijn eigen expertise. Ik ben zelf een jongen, ik zeg altijd, ik ben een hip-hop baby. Ik ben echt een jongen die, zeg maar, is opgegroeid met rap en woordkunsten. En gewoon echt die cultuur, de culture, zoals wij het zelf noemen. En ik heb geprobeerd zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En al snel zag ik dat ook ik de kansen niet vanzelf kreeg om te worden wat ik wou. Weet je wel, ik heb hier in Amsterdam-Zuidoost bij de ING-bank gewerkt als specialist kredietverzekeringen. Maar op een gegeven moment, dat ging allemaal goed. Maar toen merkte ik al heel gauw van, ik moet me te veel conformeren met de witte collega om verder te komen in deze organisatie. Daar voelde ik me niet oké bij. Het lag niet bij mij als persoon, dus dicht bij mij als persoon. En ik merkte dat in mijn vrije tijd heel veel jongeren naar mij toe kwamen en hun levensverhaal aan mij gingen vertellen. Nou ja, vervolgens dacht ik van, weet je wat, de struggle die wij hebben, ik moet daar gewoon kracht van maken. Toen ben ik begonnen in het welzijnswerk als jongerenwerker. En we zijn nu, ik denk zeker 20 jaar verder. En ondertussen heb ik heel veel, ja, ik denk zeker wel honderden jongeren van kleur. Zowel Afro-Surinaams als Hindoestaans, maar ook van Noord-Afrikaanse afkomst. Ook andere jongeren met een andere kleur die gewoon heel moeilijk hun weg hier in dit land vinden, heb ik empowered met projecten, met individuele begeleiding, met het weer beïnvloeden van collega's die ook met jongeren werken om het juiste te doen, maar vooral op talentontwikkeling. Kijk, ik heb zeg maar een expertise waarin ik probeer jongeren die het moeilijk hebben en die moeilijk hun weg kunnen vinden om hun talent, zeg maar, te vergroten en te empoweren, zodat ze daar wat mee gaan doen en hun een setje de juiste richting in sturen. Nou ja, dat is wat ik doe in het dagelijks leven. En ja, dat is en toch ben ik nieuwsgierig, want we zijn ergens vanavond bij elkaar gekomen. En toch ben ik heel erg nieuwsgierig en die vraag ik toch weer stellen aan jullie alle drie. Heb jij, ik begin bij jou, heb je enig idee de spanningen tussen Hindoestanen en Afro-Suriname vanuit jouw visie? Waar zou dat vandaan komen? Wat is jouw idee daarover? Nou, mijn idee daarover, en dat heb ik net, zeg maar, eigenlijk aan het begin van dat ik dit begon te vertellen, is dat mijn ouders dit eigenlijk al meemaakten. In Suriname. Wat hebben ze meegemaakt? Mijn ouders hebben echt meegemaakt dat de acceptatie van de families, zeg maar, heel moeilijk was. Weet je, vanuit mijn vader die opgevoed is door zijn oma, was er gewoon heel weinig acceptatie dat hij voor mijn moeder koos. En vice versa. Weet je wel, dit zit zo diep geworteld in onze Surinaamse cultuur, dat wij, dat die acceptatie tussen Afro-Surinamers en Hindoestanen, dat problematisch is en dat we altijd aan het zoeken zijn. Dat het niet iets is van nu, okay, zeg maar. Dan is mijn volgende vraag in deze. Eigenlijk als ik naar Risma geluisterd heb, ben ook als het gaat om dat wat we hebben gehad, reeds aan discussies. Zou het aan de kolonisator liggen dat wij deze spanningen hebben? Zou het daaraan liggen? Denk jij dat? Ik denk dat heeft daar echt wel invloed op gehad. Dat zeker weten. Het decoloniseren van onszelf hier in Nederland is iets waar ik gewoon met jongeren heel veel aan probeer te werken. Mm-hmm. Ook om hun geloof weer terug te brengen in zichzelf en wat ze kunnen bereiken in dit land. Zit daar zelfs in de generatie van nu. En dan heb ik het echt over de 13, 14, 15-jarige jongens en meiden van kleur die daar nog last van hebben. Weet je wel? Dus ja, zeker. Ik denk dat daar wel een oorzaak ligt. Oké. Ga naar Risma.
oorzaak van de spanningen die er zijn. Nou, en die op dit moment ook steeds zichtbaarder worden. Mm. Nou, kijk, ik denk als je kijkt naar die 150 jaar geleden, toen natuurlijk de Hindustanen naar Suriname kwamen, dat die zijn anders behandeld dan de Afro-Surinamers. Die kregen andere, die kregen een stuk grond, die kregen ook geld. Het zit misschien wel iets genuanceerder in elkaar, maar ik denk in de grote lijn worden twee groepen anders behandeld. En dat is ook, zeg maar, ja, dat is precies de tactiek van verdeel en heers. En ik denk dat daar, kijk, de kolonisator, en dat is dan psychologisch gezien, zeg maar, heb je, zeg maar, de positie van mensen ten opzichte van elkaar. En je hebt een positie van samen en tegen, en je hebt een positie van boven en beneden. En wat was het? De kolonisator was boven en de tot slaafgemaakte beneden. En dat was natuurlijk voor de contractarbeiders niet anders. He, dus de kolonisator die plaatste zichzelf daarboven en de rest eigenlijk beneden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben, zeg maar, de twee groepen tegen elkaar uitgespeeld. Want als je ziet, als de tot slaafgemaakte honderden jaren lang, generatie op generatie, geboren in de slavernij, overleden in de slavernij, geboren in de slavernij, overleden in de slavernij. En dat generaties lang. En wat doet dat met de psyche? Wat doet dat met je als mens? Je behoefte doet er niet toe. Je gevoelens doen er niet toe. Je verlangens doet er niet toe. Je hoeft niet te denken aan morgen, want je weet niet of morgen bestaat. En dat generaties lang. He, dus je kan die twee dingen niet vergelijken met elkaar. Honderden jaren slavernij en 50 jaar contractarbeid. Er is overlap en zijn er ook verschillen. He, dat is volgens mij voor iedereen helder. Maar de kolonisator heeft bewust dingen, tactieken ingezet om de groepen te verdelen. Okay. En dan zeg ik, zoals Jarro daarnet zei, als het gaat om de decolonisatie met betrekking tot dit soort issues, dat is zeker nog niet voltooid. Mm. En misschien zou het daaraan kunnen liggen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind het begint bij jezelf. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf. Als mijn familie iets zegt over een Afro-Suriname, dan spreek ik die persoon erop aan. Want dan denk ik, ik hoor een kolonisator. En dan spreek ik die persoon erop aan. Want ik laat mij niet verdelen. De Nederlander heeft dat geprobeerd, de kolonisator. En nog steeds gebeurt dat in Nederland. Maar laten wij dit toe? Daar zijn we zelf bij, toch? Je bent er zelf bij. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. En je kan zelf zeggen van, wacht even. Als iemand iets zegt over mijn Afro-Surinaamse broeder of zuster, dan spreek ik je aan. Als is het een Nederlander of alles is er iemand anders van een andere cultuur. Wij moeten voor elkaar zorgen. En als wij dat niet doen, wie gaat dat voor ons doen? Okay. Dankjewel. Damani. Zo. Jouw in. Nou, ik sluit me helemaal aan bij wat Reshma zei, hoor. Want ik ben het inderdaad ermee eens. Het is iets dat is ontstaan vanuit de kolonisator. En ik sluit me ook aan bij wat Reshma zei, in andere woorden. Maar ik denk dat ergens in het proces zijn wij als Surinamers zelf de kolonisator geworden. Waardoor het mogelijk is dat we op deze manier met elkaar omgaan. En dat is echt het persoonlijke proces. Dus ik ga ook even terug reflecteren op wat je zei, Glenn. Over leiderschap. Ik snap je tot op zekere hoogte. Suriname heeft een leider nodig, want in dit systeem moet je een president hebben. Maar ik denk vooral dat Surinamers, en dat gaat voor deze Surinamers en voor de Surinamers 8000 kilometer verder weg, vooral persoonlijk leiderschap nodig hebben. Wat zijn de momenten dat jij kan leiden en andere mensen iets kan leren? En niet constant kijken naar wat doet die persoon die ik hier heb geplaatst, die persoon die mij hier plaatst. Want laten we niet vergeten,
een president en onderdanen van een president is ook... Het lijkt op een koloniaal construct. Dus. Precies. Okay, ik zie dat er mensen zijn die willen praten. We komen zo bij jullie. Ik laat jou toch even aan het woord praten. Ja, want ik denk dat we ook een hele mooie reis hebben gemaakt langs jullie, vanuit jullie persoonlijke verhalen, jullie persoonlijke ervaringen. En ik zou ook de link willen maken naar wat dit nu betekent in het werk dat je doet binnen die grotere beweging. He, we hebben al gehoord hoe jullie ook bezig zijn. Risma, je hebt al ook toegelicht hoe je met 3 mei bezig bent. En jullie hebben allemaal vanuit die persoonlijke ervaringen... zijn jullie vervolgens bezig om op jullie eigen manier ook weer die solidariteit te versterken. En waar ik heel erg benieuwd naar ben is... Wat kom je nou tegen in dat werk? Hè? Want jullie hebben het gehad ook over de spanningen die je tegenkwam growing up. Maar wat kom je nu nou tegen? Wat zijn nou de uitdagingen waarvan je zegt, daar moeten we iets mee. Dus dat moeten we in kaart brengen vandaag. Maar ik ben juist ook benieuwd naar, wat zijn nou de kansen? Wat zijn nou de dingen waarvan je zegt, maar dit werkt dus goed om mensen bij elkaar te brengen? Ja, ik geloof zeg maar echt in talentontwikkeling. Mm-hmm. Ik geloof echt aan een manier vinden om op het moment dat je gewoon kracht ziet van jongeren van kleur, dat je ze een podium geeft en ze een beetje pusht in de spotlight, zodat zij daar kunnen vertellen en gehoord kunnen worden. Yeah. Want heel vaak worden ze niet gehoord. En ja, wij weten in Nederland dat op het moment dat je gediscrimineerd wordt of je krijgt geen gelijke kansen, dat je dat al snel, omdat ze zo zijn opgegroeid, dat gaat accepteren. Dat je 2 keer zo hard moet werken. Of dat je bepaalde kansen niet krijgt die je witte collega wel krijgt. Maar die tijd moet gewoon voorbij zijn. We moeten nu gewoon echt naar voren stappen. En niet alleen maar zoals toen tijdens de demonstraties, toen het echt booming was en iedereen op het veld stond en nu weer teruggezakt is naar de waan van de dag. Maar we moeten echt onze young black youth eigenlijk naar voren schuiven en laten zien dat zij zeg maar dit land verder kunnen brengen en gelijke kansen verdienen. Ja, en je hebt daar volgens mij... Dat mag je voor klappen, inderdaad. Ja. Je hebt daar volgens mij ook een mooi voorbeeld van, hè? Want jij bent ook bezig om dat talent naar voren te schuiven. Misschien kunnen we daar ook... Kan je daar wat meer over vertellen voordat we daarnaar kijken? We maken veel videoclips met jongeren. We doen workshops, dus bewustwordingsworkshops, om jongeren die zeg maar niet per se opgroeien in Amsterdam Zuidoost, maar overal verspreid zijn in het land, in heel veel witte omgevingen, gewoon die bewustwording bij te brengen van dat ze gelijkwaardig zijn aan een ander, maar ook door hun stem te laten horen. En wat je ziet is dat er te weinig jongeren melding maken van racisme of van situaties waarin ze zich ongelijk behandeld voelen. Gelukkig hebben wij zeg maar in de plaats waar wij werken een mooie organisatie, We Promise. Dat is een organisatie die zich ook zeg maar opstaat voor dit onrecht, voor jongeren ook. Maar ook artikel 1, een vrij antidiscriminatiebureau, maar waarvan de afstand toch nog wat groter is voor jongeren van kleur om naartoe te stappen als ze zich gediscrimineerd voelen. Dus we proberen eigenlijk gewoon middels talentontwikkeling en dit soort initiatieven die kloof een beetje te verkleinen voor jongeren om gewoon te melden en hun mond open te trekken op het moment dat er dingen gebeuren in je werkomgeving of wat dan ook in het leven wat niet klopt, om daar gewoon melding van te maken en je te laten horen, weet je? Ja, en daar is dus een videoclip van gemaakt. We hebben een videoclip nu. En op 21 maart gaat die live in Utrecht tijdens de discriminatiedag op de jaarbeurs ook performed worden, zeg maar, door deze jongen. Gaan we nu even... Het voelt als onveilig vanwege mijn huidskleur. Op grote bijeenkomsten, zoals hier in Amsterdam, herdenken mensen het slavernijverleden van Nederland. Door al die dingen is mijn Libby gechanged. Wow, dat het t-shirt ging stoppen, maar het bleef een probleem. En vele mensen vinden misschien dat ik overdrijf. Vandaag is het de dag van Kitty Kortie en dat is een feit. Vandaag schreeuwen we free voor wie er heb gezeten. Al was die shit niet zo gegaan, zouden we anders leven. Vele dingen meegemaakt en ik voel het nog steeds. Deze story die moet niet stoppen, ik wil dat je weet. Als kleine jongen had ik last van die shit. Werd beschuldigd van shit, ook al was er echt niks.
Ze blijven haten, want heb gekkere kicks. Geef me een paar jaar en dan kom ik in een gekkere whip. Dan al die mensen die alleen maar zijn op jealousy. Gaat het om de kleur van mijn huid, want dat zeg je niet. Ik dacht al wie je zo leefde in een vrij land. Jullie verhalen heb ik gehoord en het is mijn kant. Dit is real shit. Dit is voor mijn die zijn mijn series. Ja, deze is voor jullie. Want al die dingen doen me pijn nog steeds. Sommige mensen die zijn free en dat vieren we in juli. Maar het speelt in mijn mind all day. Waarom moet het zo zijn? Waarom moet het zo zijn? Met mijn jongens op het plein en hem schoot toe op mij. Vele mensen blijven haten en dat geeft me hoofdpijn. Yeah, ja, dat geeft me hoofdpijn. Deze shit moet stoppen, kan het niet meer accepteren. Ik ben op dreven, zegt die man, ja, ik kan van me leren. Ik ben een jonge jongen, maar ik ben geen domme jongen. Veel van jullie die zijn tegen ons en dat kan ik je zweren. Zeg maar dan, wat is het verschil tussen jou en mij? De kleur van mijn huid, is dat de reden dat je anders kijkt? Maar bekijk, die shit is vanaf mijn kant. Als je niks hebt te maken met die Tory en de eindstand, word je alsnog geblamed voor die shit. Ook al deed je echt niks, ja, ik weet hoe dat is. Het doet ons pijn, maar we moeten nu weer doorgaan. Het is een zware tijd, maar die tijd moeten we doorstaan. Ik weet, we moeten meer doen om aan de top te komen. Ja, we moeten nu opstaan en stop met blijven dromen. Dus gooi nu alle mooie vuist in de lucht. Jullie hebben het gehoord, dus ik pak nu weer mijn rust. Jera. Dit is voor mijn aunties en mijn series, ja deze is voor jullie. Want al die dingen doen me pijn nog steeds. Sommige mensen die zijn free en dat vieren we in juli. Maar het spot in mijn mind all day. Waarom moet het zo zijn, waarom moet het zo zijn? Met mijn jongens op het plein en hem schoot toe op mij. Vele mensen blijven haten en dat geeft me hoofdpijn. Yeah, ja dat geeft me hoofdpijn. Ja. Ja, etnisch profileren is een groot probleem ook. Dat is ook weer duidelijk geworden. Ja, mijn complimenten hoor, voor dit stukje. Ik ben toch, kijk naar de klok. En we zijn al bijna een uur bezig. En in het tweede uur zouden we natuurlijk u in de gelegenheid stellen. Want u zit hier vanavond en u bent gekomen met een doel, neem ik aan. En ik ga ervan uit dat het doel is toch richting geven, helpen geven van hoe gaan we om met dit probleem als het gaat om de spanningen. Want ik zit echt hier vanavond en ik probeer te kijken in de hoofden van mensen. En ik kan me voorstellen dat er ook mensen hier zitten die een bepaald gevoel met zich meedragen. Ik wil maar zeggen, als je als hun die staanse man of vrouw ergens komt en je wordt gewantrouwd door Afro-Surinamers omdat er een spanning is, of dat je als Afro-Surinamer ergens komt en de meerderheid van de aanwezigen is hun die staan en vanwege deze situatie voel je ongemakkelijk. Dat zijn geen leuke dingen. Ik ben zelf ook lid van een troefkalkclub en de meerderheid zijn hun die staanse mannen. En de laatste tijd kom ik binnen en dan probeer ik toch even te bespeuren van hey, menen jullie het wel goed met me? Er is toch een bepaald gevoel wat niet leuk is, wat er vroeger niet was. En dat speelt zich nu op dit moment af in de huidige tijd waarin we leven. En ik vraag me ook af van hoe moet je dat gaan beslechten? Hoe moet je zorgen dat we elkaar weer gaan vertrouwen? Wat is er aan de hand? En jij wil al heel lang wat zeggen. Kom maar bij de microfoon. Je mag deze gebruiken. Nou, ja. Ik heet José Sempel. Ik kom uit Den Haag. Dus ik ben hier ook op bezoek. Wel hier opgegroeid. Het eerste wat ik eigenlijk al merkte van hier zijn is de term Afro-Surinamers en Hindustanen. Maar als we een verbinding hebben dat Suriname ons land is, waarom is het niet Hindo-Surinamers? Want de verbinding lijkt nog steeds op Hindustanen met India. Maar die verbinding is eigenlijk al veel verder. Dus ik hoor steeds Afro-Surinamers, Hindustanen. Maar we zijn toch, die solidariteit willen we samenbrengen. Maar de naam al, daar gaat het al iets, daar gaat het niet goed. Dat is mijn gedachtegang al. Oké. Dat is vraag 1. Ja, zeg maar. Nee, ik hoor je. Je hoort me toch? Okay. Ik hoor je heel goed. Kijk, wat je daar zegt,
dat is misschien ook iets wat mensen herkennen. Mm. Ik luisterde laatst naar een journalist uit Den Haag van Hindustaanse Komaf. Die organisatie had ik je verteld. Ze hebben een medium in Den Haag. Ik kan even niet komen. Maar die gaf een voorbeeld in een radio-uitzending dat hij zichzelf niet ziet als Surinamer, maar als Hindustaan. En toen ik het hoorde, toen dacht ik, daar begint het al. Weet je, het moment dat iemand zegt van nee, mijn ouders, is een jongen van Hindustaanse komaf, en die geeft aan van luister, ik zie mezelf niet als Surinamer, maar als Hindustaan. Dan vraag je af van, wat is er misgegaan? Waar is het mis? Ja, nou, misschien om eventjes ook, hè, want dat is denk ik één perspectief. Ik weet over wie je het hebt. Ja. En misschien is het ook goed om dit te toetsen nu in de ruimte van, ja, hoe kijken? Want ook binnen de Hindustaanse gemeenschap is daar natuurlijk ook een diversiteit aan belevingen. Ja. Dus misschien, ik kan ook aan de zaal hoor, maar misschien om te beginnen bij in ieder geval mensen in het panel die daarop willen even. Ik kijk even naar jou, Richard, dat jij natuurlijk ook als Hindustaans... Ja. Identificeert en ik weet niet jou of jij nog iets over wil zeggen. Maar misschien ook anderen. Maar begin ja, nou, hoe ik ben opgevoed, mijn ouders zeiden altijd, wij zijn Surinamers. Zo ben ik grootgebracht. En natuurlijk was ik me bewust dat er meerdere volken zijn, hè, in Suriname. En wat ik mooi vond van vroeger, is dat je hebt Surinaams inheems. En vroeger zeiden dan Surinaams Creools. Surinaams Hindustaans, Surinaams Javaans, Surinaams Chinees. We waren in eerste instantie altijd Surinamer. Mm. En nu, ik weet niet wanneer dat is gebeurd. Nu wordt er gezegd Afro-Surinaams, wat op zich prima is. Maar het is natuurlijk vanuit het Amerikaanse overgenomen. Ja. Nu lijkt het in eerste instantie zijn de Afro-Surinamers Afro. En dan Surinaams. Laatst hoorde ik voor het eerst... We zijn... Indiaanse Surinamers. Toen dacht ik, ik was zelf verward. En toen ik hoorde Javaans Surinaams. Toen dacht ik, volgens mij raken we de kluts kwijt. Want we waren toch eerst gewoon allemaal Surinamers. Wat gebeurt er in hemelsnaam? Want ik ga regelmatig naar India. Maar wij Surinaamse Hindustanen zijn niet als Indiërs, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Want wij hebben die Caribische vibe. En wij zijn echt Surinamers. Ja, man. En het is een totaal verschil. Ook al hou ik ook van India, net als ik van Suriname hou. Maar we zijn wel anders. Ja. En dus er is iets gaande van meer verdeeldheid. En dat begint inderdaad, wat ik ben uw naam vergeten. José. Dat begint inderdaad met hoe de term, noemen wij, met de term, hoe noemen wij onszelf? Want nu lijkt het, als hoe je het zo uitdiept, kan ik ook nadenken van... Het lijkt alsof we elke keer maar de plek wijzen waar we vandaan moeten komen. Dus Afrika. Dus Afro-Surinamers. Dus Afro-American, Afro. Dan moeten we nu ook Afro-Nederlanders zijn. Mm-hmm. Dan ben je Hindoe-Nederlander. Het blijft maar doorgaan. Dus ergens moeten we zelf een beslissing maken. Zijn we nou Surinamers, omdat we in Suriname zijn geboren? Of daar, weet je, onze ouders komen daar vandaan. Moeten eigenlijk een beslissing maken, zijn we nou Surinamers? En gaan we in dat Suriname gaan we dan verdelen? Wordt er dan Surinaams Hindustaans, Surinaams Creools? Maakt me allemaal niet uit. Maar al in de naam, de termen, dus daar is het al chaos. Die terminologie, dat zorgt voor verdeeldheid. Ja, die terminologie zorgt voor... En als we weten, ik ben dan christelijk opgevoed... In de Bijbel staat, in the beginning was the word and the word was God. Dat betekent, woorden hebben kracht. Dus wanneer je iets zegt of denkt, daar ga jij een fysiologie aanzetten. Of jouw denkwijze gaat daar ook aan zijn. Ja. Dus als wij al zelf in de waar zijn, snap ik dat de kolonisators, witte mensen of wie dan ook in de waar zijn. Want wij weten het zelf niet. Ja. Wij zijn het... Wat zeg je? Het was omgekeerd, wat je daar zegt. Wat zei ik? Zij waren er eerst met het denken en daarna kregen wij de kans, mochten we ook denken. Dat is, ja. Dat ligt eronder. En daar... Ik wil vragen dat de mensen die toch iets te zeggen hebben, zo direct bij de microfoon komen. Maar ik ga je bedanken. Oké. Okay. Is goed. Ja? Ik was nog niet klaar, maar dankjewel. Er zijn heel...
Er zijn heel veel mensen, dus we gaan de tijd eerlijk delen. Ja, misschien voordat we naar de volgende spreek gaan. U krijgt de kans hoor. Wat ik alleen hier nog even wil benoemen. Want we proberen ook vast te houden. Hè, van wat komt er nou naar boven aan discussie? En ik denk terminologie in relatie tot identiteit is dus een belangrijk onderwerp om vast te houden voor het beslechten van die spanningen. Dus dat wil ik nog even benoemd hebben. En kunt u. Ja. Dankjewel, voorzitter. Prachtig onderwerp, uit het hart gegrepen. En sorry, ik was net iets te snel, maar het ging inderdaad over terminologie. En soms heeft dat gevoelswaarde of niet. Ik ben Lorenzo van Dijk, ik ben half Hindoestaans, half Nederlands. Ik wilde even allereerst het onderscheid maken over Hindoestanen en Hindoestanen en Indiërs. Altijd belangrijk om te vertellen dat de term Hindoestaan komt is gegeven door de Persen aan de mensen die in Noord-India en het huidige Pakistan. Dat is een term voor 1947, maar wordt nog steeds gebruikt. Sociologen in Suriname hebben ten onrechte in de jaren 60 gezegd een Hindoestaan komt uit India en een Hindoestaan is een Hindoe. Nee, zeg ik. Een Hindoe is een aanhanger van het Hindoeïsme. Een Hindoestaan of Hindoe in het Hindi, die O en die E zijn samen spreken uit. Mehu Hindoestani or Hindoestani, dat is whatever. Maar dat allereerst gezegd. Ik ben een nazaat ook van de Hindoestanen, maar ook gewoon van de Hollanders. Wij zijn gekatholificeerd door de fraters van Tilburg. Want we waren oorspronkelijk Hindoe en misschien ooit een katholieke tak. Maar even terug te komen, wat ik belangrijker vind is dat we misschien met z'n allen moeten erkennen dat racisme in essentie in ons als mens zit. En dat is niet om te bagatelliseren. En zeker niet om koloniaal verleden te bagatelliseren. Maar we hebben het in ons om bij groepen te blijven horen. En toevallig was het dan tekenend, hè, dat groepen elkaar opzoeken. De kracht van Suriname is dat we samenkwamen, terwijl we eigenlijk daar niet per se met z'n allen om gevraagd hadden. Het enige is, wat ik misschien, als ik zo vrij mag zijn zonder niet tegenstaande iemand, dat ook de diversiteit juist zo'n kracht is. En er wordt opgeroepen tot natievorming. Dat hebben Nederlanders met hun nationalisme heel lang ook in dit land gedaan, waardoor er allochtonen en autochtonen ontstonden. Nu zijn we bezig met diversiteit en inclusie. En ben ik op scholen bijvoorbeeld workshops aan het geven waarom een Turkse Nederlander ook zijn Turk zijn mag zijn. En waarom een Maron mag zijn. En natievorming is leuk, maar pas altijd op. Karl Marx en iedereen heeft het altijd gezegd. De onderdrukkers worden de onderdrukte en de onderdrukte worden de onderdrukkers. Als je naar een Surinaamse identiteit wil, wie is dan de actor van cultuurvorming? Er zijn ook argumenten die zeggen, waarom is het Surinami Hindoestani nooit in Suriname onderwezen in het onderwijs? Terwijl het Bhojpuri, een taal die uit Noord-India komt, net zoals Bautisten, en ik wil geen politiek noemen, hebben gezegd, Sranangtongen moet de officiële taal van Suriname worden. Maar het vervelende is dat het essentieel is aan mensen die de macht hebben. En laten we wel wezen, als je aan natievorming wil doen, moet je ook je deel voelen van dat land. Hindoestanen voelden zich doorgaans, hoort Jagannath Lachman, Aved en Uil, zij die gaan sterven, groeten nu. Heel duidelijk, nee, Hindori kwam in de assemblee en de Surinaamse nationaliteit was een feit. Maar dat betekent niet dat het misschien 10, 20, 40, 50, hoe lang het duurt totdat je aan natievorming wil doen. Maar wat geef je prijs en wat hou je? Als je naar Trinidad en Guyana kijkt, die spreken geen Hindoestaans meer, hoor, Guyanese. Wat ze in Suriname behouden hebben kunnen, is fantastisch, Bhojpuri. Maar het leuke is, Saramakaans is er, Aukaans is er. Het is heel moeilijk. En ik wil alleen maar vertellen, ik kies geen kant. Want ik als katholieke Hindoestaan ben dus juist ook weer veel meer met Creolen opgevoed. Wij zongen Maria Boom Mama, we no tunakaba, jebdoro. Dus Maria jebdoro Boom Mama. Ik bedoel, welke Hindoestaan zingt dat? Dus allerlei lagen. Nee, maar allerlei lagen die je mee hebt gekregen. Wij waren katholiek. Maar we gingen naar de kerk en we zongen Latijn. Dus het is moeilijk om te zeggen van één groep. Maar de andere kant, ik mag met trots zeggen dat ik een Hindoestaan ben. Want daar ben ik trots op. En mijn voorbeeld is Mahatma Gandhi. Die zei,
die als een letterlijk hoor het woord koelie. Toen hij uit Zuid-Afrika kwam, had hij die prachtige tulband die alleen koelies, contractarbeiders, droegen. En hij zei, als ik me moet schamen om koelie te zijn, ik heb met eerbaarheid die zemien, die aarde, gediend. Dus moet ik mij schamen? En tuurlijk, ieder leed is anders. Het leed van contractarbeiders, meneer Van Drimmelen, God beter het, met Hindoestaanse Surinamers waren staatsburgers tot bijna 1930 van het Engelse Rijk. Ja. En het koeliesysteem, daar heeft Mahatma Gandhi voor gevochten, maar die werden inderdaad anders behandeld door de Nederlanders. Waarom? Het waren staatsburgers van Engeland. Het ziekenhuis in Nikeri. Er is zoveel geschiedenis om te lezen. Nogmaals, ik kom niet hier om geschiedenis uit te leggen. Maar ik zeg alleen maar, laten we ook erkennen bij onszelf dat de, ja, hoe zeg je dat? Dat we die neiging hebben om aan... Uw boodschap vanavond. Ja. Mijn boodschap is om eerst even naar onszelf te kijken. En voordat we oproepen tot natievorming en zo, te kijken van wat is de kracht van de diversiteit. En dat we moeten voorkomen dat we niet worden zoals wat we nu de Nederlanders verwerpen. Natievormen, één cultuur, monocultureel. Suriname, nee, ik ben Surinamer. Ik ben katholiek, ik ben Nederlander. Ik ben ook nog homo. Ik ben alles, maar ik ben niet één. Dank je wel. Is er iemand die nog iets wil vertellen? Wat komt u aan? En terwijl de volgende persoon naar de microfoon stapt, wil ik toch nog even kort, hè, ook weer samenvatten, want het is belangrijk vast te houden. Volgens mij het kernpunt wat hier werd gemaakt is dat er vraagtekens worden gesteld bij überhaupt natievorming. Hè? Want de grote vraag is, wie behoort tot de natie en wie niet? En het is een koloniaal model in feite. En de vraag is, wat is een alternatief? En het is interessant om te kijken waar bijvoorbeeld inheemse gemeenschappen voordat de kolonisator er was, mee bezig waren. En dat waren plurinationale staten. Dus kan je binnen een context met de diversiteit nog steeds eenheid vormen? En ik denk dat is wat het kolonialisme heeft gedaan. We hebben diversiteit gezien als spanning in plaats van als harmonie. En dat is volgens mij, ja, wat ik ook hoor zeggen, dat we die diversiteit als kracht kunnen gebruiken. Maar dat of dat dan tot een natie wordt of iets anders, dat is de vraag, toch? Ja. Oké, dankjewel, Pravini. Mevrouw, goedenavond. Ja. U bent aan het woord, ja? Ja, of ben ik kan het? Ja. Ja hoor, gaat u gaan. Verstaan jullie mij? Ja. Oké, helemaal goed. Mijn naam is Juanita Lalji en ik ben activist geweest in de jaren 70 bij de LOSON, Landelijke Organisatie van Surinamers in Nederland. Maar wij hebben heel veel geworsteld met de vraagstukken die jullie vandaag aan de orde stellen. En ik moet zeggen, ik ben trots op jullie als panel. Ja, echt. Dank u wel. Ik voel me in de... Ja. Ja, echt. Ik voel me in een warm badje, weet je. En ik ben heel blij dat ik vandaag hier ben. Omdat, ja, dit is echt een heel belangrijk vraagstuk wat wij eigenlijk met elkaar moeten oplossen. En aangezien ik dus al heel lang meeloop, zo'n 50 jaar nu in Nederland, dan denk ik, ja, weet je, misschien kan ik een paar punten naar voren halen. Aansluitend bij die meneer met het... met die frambo-kleuren van ja, je hemd. Kijk, ik wil een aantal dingen aanstippen. Bijvoorbeeld dat Suriname is in feite een apartheidssamenleving geweest. En die effecten die voelen we nog steeds. Het is één model geweest van de Nederlandse kolonisator van Zuid-Afrika, Indonesië en Suriname. Dat moeten we gewoon weten. We kennen elkaar niet. We hebben elkaar heel weinig meegemaakt. Omdat de mensen in feite als Hindoestanen in een Hindoestaans district, als Javanen in een Javaans district. We weten dat gewoon op de plantages de mensen als tot slaafgemaakte uit Afrika werden gepositioneerd. Om dus die winsten te realiseren. Maar
de mensen die wegliepen van de plantages, de Marons, die zijn de eerste mensen geweest in Suriname die samen met de inheemsen hebben gewerkt. Ze hebben met elkaar gestreden, de inheemsen van de... Ze hebben echt gestreden in Suriname. Ze hebben elkaars taal leren kennen, hun voedsel leren kennen. Ze hebben vanuit de oerwouden hebben ze het verzet georganiseerd naar de plantages. En wat heel belangrijk is van de Marons en die inheemse, kijk, die inheemse 70.000 waren dus 69.000 vermoord, 10.000 waren over. De tot slaafgemaakte waren eigenlijk bij de afschaffing van de slavernij 350.000, waren 50.000 over. Daarom hebben wij geen volk. In feite hebben we 1 miljoen mensen over de hele wereld verspreid, voornamelijk Suriname en Nederland. Maar het is, je moet gewoon in de geschiedenis teruggaan en kijken, hoe kan het een land wat 5,5 keer zo groot is als Nederland, heeft niet eens 600.000 mensen daar en de rest overal uitgewaaierd. Totaal 1 miljoen ongeveer. Verdeel en heers. Apartheidsregime. We kennen elkaar niet. We hebben elkaar niet echt ontmoet. Wat we wel hebben gezien in onze geschiedenis is hoe de Marons samen met de inheemse hebben gewerkt. Dat is een voorbeeld op allerlei gebied. Van voeding, van planten, van alles is het gewoon een wederzijds. Maar de inheemse waren ook in twee legers tegen elkaar opgezet. De tot slaafgemaakte werden ook met de Redimousous en de Marons ook tegen elkaar opgezet. En zo kunnen we maar eindeloos doorgaan hoe wij iedere keer met elkaar in een confrontatie in de geschiedenis zijn geweest. Het punt is namelijk van wat ik weet van Anton de Kom in de jaren 30 vorige eeuw en de Lozon in de 70er jaren ook zelfde idee, is eigenlijk kijken naar het systeem. Natievorming kan je alleen maar bereiken door te begrijpen gewoon hoe de klassensamenleving in elkaar, het kapitalisme, het imperialisme, die katibo, al die dingen die ons hebben onderdrukt, uitgebuit, verdeeld, etc. Dat is eigenlijk, als je dat boek leest van Wij slaven van Suriname, dan zie je wat Anton de Kom kon waarmaken in Suriname. Hindustanen, Afro's, Javanen, iedereen streed met hem mee. Weet je, het is een mooi voorbeeld en dan kan je dus vanuit dat boek ook nadenken van hoe heeft Anton de Kom dat hij maar een korte tijd in Suriname was. Zo'n geweldig leger van mensen die echt hun leven hebben geofferd om daar neergeknald te worden in het verzet om Anton de Kom vrij te krijgen uit de gevangenis. En de Lozon heeft in die traditie ook doorgestreden. Wij kennen geen racisme van Hindustanen en Afro's. Toen ik in Nederland kwam, werd ik geregistreerd als Hindustaan om trainingen te geven. En ik heb meteen gezegd, jongens, ik ben een Surinamer. Ik wil niet een etiket van een Hindustaan hebben. Ik ben een Surinamer. Mag ik u vragen om dat af te ronden? Ja, ja. Ik vind dat een mooi einde, namelijk, ja. Ik ben een Surinamer. Ja, dus, ja, ja. Nee, dat is het. En zo zijn we inderdaad ook opgegroeid. Dank u wel. Maar in ieder geval, het kapitalisme en de strijd tegen het kapitalisme en niet etniciteit, maar klasseposities. Ja. Want binnen de Hindustanen heb je verdeel en heers, maar je hebt ook racisme daar tussen de hogere en de lagere arme landbouwers. Ja. En dat is bij Afro-Surinamers en overal. Dus we moeten gewoon het systeem van het kapitalisme doorzien. Ja. En het gaat een ideologie dus om systeem hebben om daartegen in verzet. En dan heb je dat racisme opgelost. Dank je wel. Het was een gepassioneerd betoog. Dank daarvoor. Voordat we, u kunt plaatsnemen, maar ik val ondertussen samen. Want volgens mij, in ieder geval een belangrijk aandachtspunt wat u aanhaalde, is dat we eigenlijk in dat systeem waar we tegen strijden, en u noemt ook kapitalisme en het stukje klasse, wat we eigenlijk nog niet hadden besproken,
Maar dat er in al die spanningen, dus ook in de geschiedenis al, voorbeelden zijn van samenwerking. U heeft het over Anton de Kom, u heeft het over de inheemse Marons. Dus dat is denk ik ook belangrijk om vast te houden, dat naast de spanningen die we in de geschiedenis zien, dat we ook inspirerende voorbeelden hebben van samenwerking in de geschiedenis. Hè? En dat het ook belangrijk is om vast te houden. Dus dank u wel daarvoor. En dan mag u het woord nemen. Ja, dank u wel. Goedenavond. Inderdaad, ook ik kwam met een duidelijk motief hier naartoe. En dank je wel, Juanita. Ik heb haar wakker gebeld vanochtend. Juanita, ga je vanavond? Ja, ze gaat, ik ook. Ik kan haar heel goed aanvullen. En je verhaal klonk een beetje pessimistisch. Maar je bouwde op dit fundament, en het is een goed fundament. Ik wou het helpen draaien naar positief. Want ik denk dat we namelijk heel veel meer hebben dan we beseffen. Het plaatje is helemaal niet zo lelijk. Het is de allereerste Hindoestaans-Surinaamse regering die we hebben. Nu toch? Zijn we het allemaal over eens? Nee. Ik bedoel, met een Hindoestaans-Surinaamse leider. Leider. Landsleider, president. Lachman. Nee. Oké, okay. Nee, we gaan doorgaan. Nee, maar is het waar? Want bij mijn weten is dit de allereerste Hindoestaans-Surinaamse volksleider. Wie dan? Oh, shit. Oké, okay, dan ligt het aan mij. Goed, dan moet ik mijn huiswerk beter doen. Geschoven. Oké. Oh. Moet ik niet vasthouden? Hij gaat vallen. Oh. Ja, maar dan was hij iets te hoog voor me. Ja, oké. Okay. Goed. Mag. En dan moet wel aangegeven worden wanneer die andere, Shankar en Ramzak, wanneer die gekozen zijn. Oké. Okay. Maar ik ga mijn huiswerk doen. Nee. Ik zal het uitzoeken. Oké. Okay. Oké, okay. We komen er niet uit op dit moment, maar ik wil dat we doorgaan. Want ja. We verliezen eigenlijk veel te veel tijd hiermee. Ja, dus ga je gaan. Ik had een, vind ik zelf, ik wil van jullie straks horen, als jullie stil zijn, of jullie dat ook vinden. Een belangrijk hart onder de riem van ons allemaal. De eerste, ik denk dat dit een kinderziekte kwestie is. Persoonlijk, oké, het is wel een hele grote kinderziekte. Het is niet levensgevaarlijk, maar het is een kinderziekte. En de basis die we hebben gekregen, het is door een heleboel mensen al benoemd, dat koloniale. Kolonialisme is racisme, hè, in een hele diepe, enge, lelijke vorm. Maar in Nederland is het ook nog iets anders. Nederland is niet jaderland. Dus in Nederland zit inherent in het land al zit een diep soort negativiteit. De Nederlanders hebben er zelf al mee leren werken. Ze hebben met het bijltje gehakt. Vroeger dacht ik dat werd van ons in de jaren dat we hier pas zeiden, waren, altijd gezegd van jullie doen niet zo negatief. En ik nam het echt ter harte. Ik dacht shit, wij zijn negatief. Wij Surinamers. Maar hoe langer ik erover ging denken, ik denk, wow, als je wegkomt bij slavernij en je probeert van je leven iets te maken en verdorie, het lukt ook nog. Ik keek naar mijn eigen moeder, heeft 6 kinderen alleen opgevoed, alle vaders overal in de wereld, behalve daar. Maar het is haar gelukt, iedereen heeft een hele goede opleiding gehad, krachtige mensen. Nu verknallen we alles, maar dat even terzijde. Een heleboel Surinaamse moeders hebben dat ook gedaan. Ook aan de Hindoestaanse, aan alle andere groepen kanten zie je hetzelfde verhaal. Dus ik denk, wauw, we zijn super positief. Dus voor ons is Nederland jaderland. En dat komt uit Suriname. Ik, in mijn eigen leven kijk ik naar dat ik ben opgegroeid bij de radio. Bij Radio Apinti, waar als de, hoe heet dat ding? Siesta, hè? 2 uurtjes, dan moest je stil zijn als kind. En dan wachtte je tot het voorbij was. En dan begon die radio. Met eens een uurtje of een half uurtje. Javaans, Suriname. Jobo, Donne, Lonzo.
En daarna een uurtje Hindoestaans, een uurtje Chinees, een uurtje... Al die verschillende uurtjes, culturele muziek, die hebben mij gevormd. Die hebben gemaakt dat ik een krachtig Surinaams gevoel heb gehad. Niet alleen de muziek, ook het eten. Als er iemand bij de Hindoestaanse buren was, er dan een feest, een huwelijksfeest. Dat duurde veel langer en, dan wat ik anders gewend was. En dan aten we mee en dan maakte je dat mee. Al die dingen hebben mij in mijn hoofd mijn Surinaamse waarde en kracht meegegeven. En bij de vrienden die ik nu nog heb, herken ik datzelfde ding. Dat is een soort lijm. Dat is zeg maar, hoe heet het? Dat tussen bakstenen. Het cement. Ja, het cement. En ik denk dat we heel veel meer cement hebben dan we zelf beseffen. En dat dat cement is soms ook elastisch. Dat dat veel meer doet en dat dat dit ook kan opvangen. Dus het wordt als iets heel groots gezien, maar volgens mij is het maar zo. Als je in het grotere geheel kijkt. En is het ook de basis, de stepping stone, waarop we gaan springen hierna. Dus ik zelf ben niet zo onder de indruk. Dus dat wou ik even mee. Oké, okay, dankjewel. Hele optimistische... Dan heb ik, jullie komen zo aan de beurt. Bijdragen. Twee mensen daar. Ik was van plan niets te zeggen, maar ik word toch heel erg uitgedaagd. Nou, ik moet... Eigenlijk zeggen dat ik heel blij ben met deze bijeenkomst. Omdat ik het zie als een begin van een gesprek. En ik merk ook dat we vanavond nog niet allemaal het achterste van onze tong willen laten zien. Ja. Maar dat is niet erg. Misschien moet dat de volgende stap worden. En waarom is het gesprek zo belangrijk? De term Afro-Surinaams. Ik had me nooit bij stilgestaan dat mensen dat als negatiever zouden ervaren dan als Surinaams op de voorgrond. Nee, ik denk juist bruine bonen, witte bonen, gele bonen. Het zijn allemaal bonen. Afro-Surinamers, Javaanse Surinamers. Ik vind dat voor mijn gevoel benadrukt dat juist ons, we zijn allemaal Surinamers. Met een andere afkomst. Maar dat mag. Die natievorming betekent niet dat we allemaal grijs moeten worden. Maar door met elkaar te praten, krijg je een beeld dat iemand anders iets heel anders kan beleven dan jij. Dus ik ben blij met dit gesprek en ik hoop dat we doorgaan met het gesprek. En dat we gewoon ook het achterste van onze tong durven laten zien wat we echt voelen van binnen. Wanneer we naar de Surinaamse radio nu luisteren. Wat we echt voelen. Hoe we echt, en dat zal aan beide kanten zo, wat je het gevoel hebt dat iemand echt op je hart trapt. Misschien vandaag nog niet, maar dat gesprek moeten we met elkaar gaan voeren. En in dat verhaal, dat kwam net ook aan de orde, zit natuurlijk ook... Het is niet alleen we zijn van verschillende afkomst. Het is ook een machtsvraagstuk. Ja. Want de zolang iedereen het gevoel heeft dat je even machtig bent, dan is er niet zoveel aan de hand. Ja. Maar als je voelt of merkt dat de ene groep veel meer macht heeft dan de andere, dan wordt het heel erg heftig. Dus we moeten het niet onderschatten. Dus die beelden die we... En die beelden die we over elkaar hebben. Ik was, Reshma, heel blij met jouw uitleg ook. Over dat mensen van Indiase afkomst... En mensen van Afrikaanse afkomst... Dat het verschil in geschiedenis... Hè, jij kan nog naar... India gaan en je vindt het dorp waar je ouders of de streek waar je ouders vandaan komen. Je hebt echt nog een echte band. Mijn zus doet familieonderzoek. We zijn nog steeds niet, we zijn vijf generaties verder, maar we zijn nog steeds niet gekomen bij die voorouder die uit Afrika gekomen is. Ja. Dus de manier waarop de Hindoestaan zich verbonden voelt met India, kan een andere zijn
En binnen de Hindoestaanse groep, binnen de Afro-Surinaamse groep, is het ook nog verschillend. Het is ook individueel. Nou, wat dacht u van die Douglas dan? Want ik... Ja, die zijn helemaal... mijn vader heeft een afro, maar ik niet. Dus daarom voel ik mezelf veel fijner bij Surinamer. In wat een Afro-Surinamer, als je je ogen dicht doet, dan denk je niet aan een jongen zoals mij. Maar ook ik voel me Afro-Surinamer, wat maar een Douglas. En dat is eigenlijk gewoon waarom ik dit een heel mooie topic vond van net van jou toen. Weet je, die terminologie, Surinamer, dat moet voor mij als eerst. En waar we vandaan komen, uiteindelijk, verscheept, hoe dan ook, hoe we daar ook zijn gekomen, zijn daar allemaal gekomen in dat land. En daar zijn we allemaal Surinamers. Wie nou Wang? Maar heel goed dat je dit zegt. Heel goed dat je dit zegt, want er is ook een generatieverschil. Wie nog in Suriname geboren is, zoals ik, kan er net iets anders voelen dan jij die niet in Suriname geboren bent. Dus ook dat generatieverschil, dus in het hele gesprek met elkaar, wanneer het soms lijkt dat we elkaar niet verstaan en niet begrijpen, is het heel goed om naar al die aspecten te kijken. Dus maar ik wil zeggen... Zeker. Ik ben blij met dit gesprek en ik hoop dat we hier verder gaan met elkaar in Suriname. En dat men in Suriname ook, dat er ook mensen daar zijn die ditzelfde gesprek gaan voeren met elkaar. Want anders gaan we het niet redden als we niet dit gaan doen. Ja. Hartelijk dank voor uw bijdrage, jonge dame. Voordat we verder gaan, neem alvast plaats. Toch nog even weer samenvattend, hè? Want we hebben heel wat bijdragen gehoord. Allereerst worden een hele optimistische noot. Van we kunnen meer met elkaar dan we denken. Er is een bepaald cement waar we gebruik van kunnen maken, waar we kunnen voorborduren. En het vraagstuk van, goh, dit is eigenlijk het begin van het gesprek. Hè? En we moeten ook nog een beetje aftasten hoe we de wat meer ongemakkelijke gesprekken misschien ook met elkaar aan kunnen gaan. En wat ik zelf nog wil toevoegen, en dan kom ik bij jou, Shivani. Maar we hebben het nu over wat betekent het om Surinamer te zijn. Hè? Want we hebben te maken met de generatie die in Suriname is geboren. En we hebben te maken met de generatie wiens ouders in Suriname zijn geboren. Maar ik wil een vergezicht bieden. Want er zal een moment komen, generaties hierna, waarbij de vraag naar boven komt, wat betekent het om Nederlander te zijn? Ja. Want die band met Suriname raakt ze ook steeds verder weg. Dus dat gesprek wat we nu voeren is echt het gesprek van nu. En dan is het interessante wat van de Surinaamse identiteit en de diversiteit die daarmee gepaard gaat, geef je dan door in een context van jongeren die eigenlijk nu zichzelf de vraag stellen, maar ik weet nog niet eens, ik voel me meer Nederlander dan Surinamer. En hè, dus dat is natuurlijk een... Ik ben ook Nederlands. Dus het gebeurt inderdaad al, ja. Maar goed, we gaan naar Shivani. Ja, een hele mooie samenvatting. Goedenavond iedereen, mijn naam is Shivani Jagroep. Ik ben zakelijk leider bij de Black Archives. Dat is een zwart archief hier in Amsterdam. We zorgen ervoor dat verborgen verhalen vanuit de zwarte gemeenschappen, voornamelijk vanuit de Afrikaanse diaspora's, zichtbaar worden. In Nederland, maar ook internationaal. Ik werk eigenlijk als enige Surinaamse Hindoestaan met roots in Nederland. En mijn dochter heeft dezelfde bouwstenen als jij, Gerald. Okay. Mijn schoonmoeder woont in Suriname, dus ik krijg ook de debatten en discussies daarmee. En ik wilde ook aangeven eigenlijk dat deze avond, als ik het mooi mag samenvatten, enerzijds geënt is op natievorming vanuit... Ik denk dus de generaties boven ons. En anderzijds geënt is op de uitdagingen en kansen in solidariteit tussen de groepen in de sociale strijd hier. En er zijn twee dingen die ik eigenlijk mee wil geven in deze discussie. Ik wil jullie ook complimenteren voor dit ontzettend moedige gesprek. En ook alle aanwezigen dat jullie hierbij aanwezig zijn. Dit is gewoon een hele moedige stap ook. En er zijn twee dingen die me opvallen in het debat en in de discussie. En twee dingen die ik dus mee wil geven. Eén ding is dat ik denk
dat als we het hebben over verborgen geschiedenissen en verborgen verhalen, dat er veel meer aandacht zou moeten zijn voor de transitieperiode tussen de twee systemen die de kolonisator in Suriname heeft gehad en wat de consequenties zijn geweest voor vandaag de dag. Daar moet meer onderzoek naar worden gedaan en dat onderzoek moet gepubliceerd worden in populaire tijdschriften en dat moet gewoon in het bredere, in de media krijgen. Dat moet draagvlak krijgen, zodat we elkaar beter gaan begrijpen wat die journey is geweest en waarom we zijn zoals we zijn vandaag de dag met elkaar, zoals we zijn. Dat één. Het tweede ding is dat ik denk dat het belangrijk is voor zowel Suriname als in Nederland dat we onszelf checken. En dan kom ik terug op wat jij zegt, Rishma. Dat is een intern proces op koloniale retoriek. Dus dat we niet reproduceren dat wat ons is, hè, in onze mind is geprent voor generaties lang, wat trauma op trauma heeft veroorzaakt, dat we dat niet naar elkaar gaan reproduceren. Laten we daar eens een keer mee stoppen. Ja. Er zijn genoeg blinde vlekken. En voer het gesprek van mens tot mens. Van mens tot mens. Ik weet dat er pijn zit. Er zit genoeg pijn. Er zit genoeg leed. Laten we het op tafel leggen. En laten we vanaf daar checken wat we vanuit dat koloniale systeem in het gesprek aanwezig is in de interactie. En hopelijk kunnen we dan vooruit met elkaar. Dat wilde ik even meenemen. Dank je wel. Ja. Ja. Ik ga weer... Voordat... Terwijl de volgende spreker naar de microfoon loopt, neem ik toch weer eventjes de samenvattende rol. Hè? Want Shivani, jij geeft eigenlijk ook... pleit eigenlijk ook voor meer onderzoek naar de twee systemen die plaatsvonden. En dan heb je het specifiek over... Want je hebt het over de dag, over het moment van transitie. Dan gaat het specifiek over het moment 1873, als ik je goed begrijp. Ja, dus maar met de transitie bedoel je dus het einde van het systeem van transatlantische slavernij en het begin van de Hindoestaanse contactarbeid of dwangarbeid. Dat is waar jij op doelt. Ja. En eigenlijk zeg je, we moeten daar dus ook meer onderzoek naar doen. Hè? Want veel gebeurt nu ook op de gesprekken onderling. Maar eigenlijk zeg je van, het is goed om data eigenlijk te verzamelen, zodat we ook een historisch onderbouwd archief hebben, hè, vanuit... Dat, ja. Archief en ook vergelijkend onderzoek. Want we hebben dezelfde samenstellingen ook in Trinidad en Tobago, Jamaica, andere landen in het Caribisch gedeelte. Ja. Die hebben ook trauma-uitdagingen die te maken hebben met deze, ja, samenstellingen. Dan is ook de vraag, wat kunnen we leren van onze buurlanden? Ja. Dus als je het hebt over vergelijking, gaat het dus over de andere landen, anders dan Suriname, die dezelfde systemen hebben. Oké. En... Het tweede punt dat we dus eigenlijk ook kritisch op onszelf moeten reflecteren. Dat wij niet dat systeem waar we tegen strijden zelf nu gaan reproduceren in de gemeenschap. Ja, oké. Okay. Dat even ter samenvatting. Ja, ja. Volgende spreker. Ik heet Romeo Hoost. Mevrouw, ik ga mijn achterste van mijn tong wel laten horen. En, want toen Glenn, toen u zei van Hindoestanen zitten daar, Afro-Surinamen zitten hier. Toen keek ik naar de tafel, maar Gerald heeft toen dat voor me weggehaald. Hindoestanen zitten aan die kant, Afro-Surinamen zitten aan deze kant. Zelfde verdeling, maar oké. Dat is terzijde, hoor. Terzijde. Goed, dat is zeggen, ik vind het prima, hoor. Goed dat u zegt dat ik dat heb weggehaald voor u. Kijk, dat er verdeeldheid is, kan ik me indenken. 100 jaar geleden. Maar ze vandaag... 48 jaar na dato van onafhankelijkheid, 100 jaar na slavernijverleden, nog op een Surinaamse radio horen. Want men zei, de kolonisator heeft ons het voorbeeld gegeven, kolonisator legt het op, maar wij leggen het onszelf op. Want als ik op een Surinaamse radio in aanloop naar de verkiezingen 2020 hoor, presentatoren zeggen, Unawana kulilik, president. En dan hoor ik een mevrouw altijd bellen, Chandikapersat. Ze wordt nooit gecorrigeerd. Uiteindelijk is ze gecorrigeerd, ze zegt het niet meer. Maar ze bleef steeds, nadat hij tot president was gekozen, Chandikapersat. En ze werd niet gecorrigeerd. Dan... Wat herhaalt u al deze dingen? Nee, ik laat achter ze van mijn tong zien. Dat is de waarheid, mevrouw. Ik heb niets gelogen. Ik mag toch van mijn gevoel vertellen?
ik vind het ook erg als men zegt, sorry voor het woord, akanning revenisjaan. Vind ik ook erg. Ja, dus mevrouw, sorry. En wij leggen het onszelf op. Als ik hoor dat in een programma mensen bellen naar aanleiding van de 17 februari demonstraties. Ja, we zijn bang om roti te gaan kopen bij de Hindustanen, want ze gaan vergif zetten erin om ons af te maken. Men neemt zomaar dingen van Facebook over en komt ermee als waarheid. Maar heb je ook voorbeelden als je naar de Hindustanse radiostation? Ja, ik vind het erg. Ik vind het erg wat Glenn zegt. Ik vind het erg wat Glenn zegt dat hij op een Hindustanse radio in Den Haag hoort. Ik, Hindustaanse omroeper. Dan vind ik het ook erg dat men bij Maart Radio steeds heeft voor Afro-Surinaamse radio. Nee, mevrouw, kom nou. We zijn toch de tegenstellingen aan het... Mag ik eventjes even centraal houden, want er gebeurt nu heel veel in de zaal. Laat meneer Hoos uitpraten. Nee, want we hoeven geen discussie. Laat hij zijn mening hebben en daarna gaan we naar iemand anders. Dus wat ik wil zeggen, laten we beginnen met ons eigen. Laten we ons eigen beginnen op te voeden. Laten we ophouden met Minowana Kuli Trump-president. Hebben ze nooit gezegd bij Venetia Minowana Ningre Trump-president? Hebben ze nooit gezegd bij Minowana Ingi Trump-president? Dus laten we daarmee beginnen. Even meneer Hoos. Ik wil toch even van u weten. Hoe komt het dat mensen die uitspraken doen? Hebt u daar enig idee over? Omdat men tegen de Hindustan is. Want toen was... Ja, maar waarom? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Dat weet ik. Ik ben begonnen met te zeggen, als wij 48 jaar na onafhankelijkheid nog dat soort termen bezigen, dan zijn we fout bezig. Er is een basis daarvoor en misschien moeten we dat gaan onderzoeken. Waar komt dit vandaan? We zeggen, de kolonisator is daar mede veroorzaker. Zijn er nog andere dingen? Maar de kolonisator is mede veroorzaker. Oké. Zullen wij alsjeblieft het even centraal houden met de mensen die... Even aan de behoorlijk laten praten. Mag ik even? Ja. Ik weet dat ik kritisch ben, maar het kan me niet schelen. Ik ben kritisch en ik blijf kritisch. We hebben daar moeite mee. Ja, u heeft wel moeite mee, want u wilt me uitsnijden. En als ik dan... Ik ben begonnen te zeggen... Als wij 48 jaar na onafhankelijkheid nog de kolonisator de schuld geven dat hij of zij ons dit oplegt, we moeten ons eigen onderzoek doen. En wij moeten ermee ophouden 48 jaar na onafhankelijkheid. Even, René. Oké. Okay. En zo direct is die meneer aan de beurt. Die meneer was er eerst. Die was er eerst en daarna komt hij. Ik ben wel baas genoeg om te zeggen, mijn excuus van mijn emotie wat ik namelijk geuit heb. Bij mij gaat het even... Beide groepen maken hier in Nederland racisme mee. En bij mij gaat het nog tide ik met mijn pa ozo, met mijn jere krintenki, na een krintaki. Laten we in elkaars ogen kijken en gewoon zeggen hoe dat ding is. Want we haten elkaar. En we gaan er hier zo omdat ik weet, ik ben een veldwerker. En laten we die dingen gewoon zeggen. En dat ik wegga, dat ik met een schone geest... Ik vond dat jij vond, ai, ook mijn krimisch revie. Dus dat is wat ik eigenlijk, de boodschap wat ik wil brengen. Sang de mindri unu. Want we moeten in elkaar ogen kijken om dat ding gewoon te zeggen. Sang de mindri unu, want wala tu idjaan so tapja. Hier, we praten nu in Nederland, we maken beide groepen maken racisme mee. Dus, en dan onder ons ook racisme. Dus laten we elkaar... Maar daarom zijn we hier vanavond. Daarom toch dat ook... Maar heb je een oplossing? Een oplossing is dat ik kan tegen Glenn... If you know what Afghanistan, dat je een onderdeel uit Afghanistan... En dat gewoon aan mij, is dat niet ook... Lek bararana sa lek sranaman. Oké, maar dat is wat we hier vandaag betrachten. Nee, oké. U bent aan zet, meneer. En daarom zijn we hier vanavond, voor alle duidelijkheid. Ik ga ervan uit dat een ieder die hier is vanavond... vanuit de goede wil om te kijken van hoe gaan we dit gesprek aan... zodat we de verhoudingen kunnen verbeteren. Ik heb geen andere uitgangspunt. Dankjewel, Glenn. Oké.
mijn naam is Raoul Timar en ik ben socioloog en veranderkundige. En ik luister naar iedereen. En het enige wat ik tot nu toe heb gehoord is dat we het probleem proberen te rationaliseren. Terwijl ik denk, de oplossing zit hem in de emotie. Ik heb heel veel woorden gehoord, zoals strijd en solidariteit. En andere woorden die me nu niet te binnen schieten. Maar Gerald, hè, toch is dat? Ja. Toen ik jouw verhaal hoorde, toen dacht ik, hé, maar daar is toch de oplossing. Mijn zoontje is half Dominicaans, half Surinaams. Zijn, hij is heel mooi, mooie jongen. Zijn ouders, die hebben in de jaren 70 gestreden. Maar het ene woord waar het allemaal om draaide, heb ik vandaag toch niet gehoord. Liefde. Liefde. Dat is de oplossing. Nou, dus we kunnen... Maar liefde, dat draait het toch om. We kunnen we met elkaar zeggen, houden we gewoon van elkaar? Ja of nee? Houden wij van elkaar? En als we gewoon, dan moeten we gewoon ook eerlijk zijn. Houden we van elkaar? Ik hou van mijn zoon. Ongeacht of hij nou kroeshaar heeft of dingen, ik hou van mijn zoon. Dus dat gaat, liefde gaat voorbij aan alles. Liefde kijkt niet naar kleur. Die kijkt niet naar hoe je haar eruit ziet. Het kijkt niet naar je afkomst of je religie of je etniciteit. Liefde kijkt daar niet naar. En als jullie mij vragen wat is de oplossing, laten we het daar dan over hebben. En niet het probleem verder te rationaliseren, want dat doen we al honderden jaren. Mm. Dank u wel. Heel bedankt. Mag ik erop reageren? Ja, goedenavond. Een van de paneleden wilde reageren op dat wat je gezegd hebt. Ga je gang, Risma. Ik denk dat het mooi is wat u heeft gezegd. En ik denk dat ook door het overleven, want dat hebben onze voorouders natuurlijk gedaan, generatie op generatie overleefd, die gevoelens mochten er niet zijn. Die gevoelens werden weggemaakt. En ik zeg altijd tegen mijn Surinaamse patiënten van wij Surinamers leren niet om te voelen, wij leren om te gehoorzamen. Zo worden wij opgevoed, nog steeds hier in Nederland. En dat is ook iets om te doorbreken, hè? Dat wij moeten leren om überhaupt te voelen en dat onze gevoelens er mogen zijn. En ik denk dat het een heel belangrijk punt is, maar het is gewoon een overlevingsmechanisme om te rationaliseren. Ja. Nou, ik denk dat het goed is om de discussie hier te beperken en terug te gaan naar de persoon met de microfoon. Okay. Voordat we dat doen, wil ik toch even stilstaan bij de verschillende bijdragen die we hebben gehoord. Hè. We hoorden heel goed, het achterste van de tong wordt steeds dichter bij de, bij de tong. Met ook een kritische reflectie op, we hebben het continu over de kolonisator, moeten we ook niet kijken hoe we zelf daar een rol spelen. En heel interessant om te zien hoe de emoties nu eigenlijk naar boven komen van haat en liefde en hoe wij ons daartoe kunnen verhouden. En dan geef hem door aan jou. Ja, oké. Okay. Nee, super. Dank je wel, in ieder geval. Ik ben Jermaine Tjonnekooi. En net als Gerald ben ik dus ook gemixt. Hè? Zowel de drie grootste groepen is wel dat ik Chinees ben, maar Hunistaans en Creools. Het is maar net de vraag van hoe kijk je tegen me aan? En dergelijke. Maar als we naar de oorzaak gaan kijken, vind ik, en dan wil ik het niet bagatelliseren, is het wel zo dat we heel veel afschuiven op de kolonisator. En tuurlijk, daar ligt het ook wel aan. Maar het volgende punt is wel van dat wij als Surinamers het voornamelijk echt in stand houden. Dus er is wel voor heers en verdeeldheid gezorgd. Maar je kan wel heel makkelijk kijken naar een ander en de schuld blijven geven. Maar wij houden het zelf in stand. Ja, om een goed voorbeeld te geven. Ja, ik weet niet of jij dat zelf hebt meegemaakt. Maar ook binnen de Surinaamse gemeenschap bij Creolen hoor ik nog steeds, jij bent Hunistaan of jij bent Koeli. Ja, dus zeg gewoon hoe het erop, waar het om neerkomt. Aan de andere kant, vanuit de Hunistanen, krijg ik ook wel te horen, ik zie geen Hunistaans in jou. Ja, jij bent Kafri. Dus ja, dan krijg je toch wel een onderscheid. Die je hierin naar voren ziet komen. Dus los van dat we al de verdeeldheid hier binnen in de zaal zien, zit die verdeeldheid ook gewoon binnen ons in de gemeenschap. En dat kan te maken hebben met de slavernijverleden, want in de Hunistaanse gemeenschap heb je ook die drie lagen. Maar ook binnen de Creoolse gemeenschap heb je dat. Want de Marons
worden gezien als beneden. Hè? Mm. En de Creolen maken ook onderscheid. Jij bent de huisslaaf geweest. Of jij bent een of andere Uncle Sam. Hè? Dus laten we even eerlijk zijn. En ik denk wel dat we moeten kijken van niet wat zijn de problematieken en wat zijn de verschillen tussen ons, maar waar kunnen we elkaar opzoeken? Ja, wat hebben we met elkaar gemeen? En hoe kunnen we daar vooruit komen? Ik denk dat daar meer de oplossing in zal zitten. Als ik eerlijk moet zijn. Mooi. Dankjewel. Glenn, ik kijk ook even naar de tijd. Wij moeten over ongeveer 10 minuten gaan afronden. Oké. Ik denk dat we nog even kijken. U bent 1 persoon, 2 personen, 3. Heel kort, alsjeblieft. Geven wij u de gelegenheid. U hebt allemaal maar 2 minuten. En daarna gaan we afronden met het panel. Laten we... Oh, u bent er ook nog. Ook dacht je naar mij wees. Ga je gaan, Simeon. Nee, oké. Nou, heel kort. Ik wil eigenlijk jullie bedanken voor dit initiatief. Volgens mij broodnodig, denk ik. En ik denk dat we nog heel veel meer gesprekken moeten voeren. Maar vooral ook in Suriname. Want er werd net gezegd van het valt allemaal best wel mee. Ik maak me eigenlijk best wel zorgen. Oké, hier in Nederland. Ik maak me eigenlijk best wel zorgen als ik kijk naar de Surinaamse community in Suriname. Vooral ook omdat we wat voorbeelden hebben in het Caribisch gebied die gewoon verschrikkelijk zijn. Ik kijk maar naar Guyana in de jaren 80 en noem maar op. Dus ik denk dat we altijd waakzaam en scherp moeten zijn dat het niet de verkeerde kant op gaat. En vooral ook omdat ik vind dat... We zien allemaal wat er gebeurt de afgelopen maanden, afgelopen weken. Het is iets wat altijd al sluimerend aanwezig was, maar met name de afgelopen tijd. Waar ik me dus heel erg zorgen om maak, is het feit dat er vanuit het leiderschap, of in ieder geval gebrek aan leiderschap, degene die ons moeten vertegenwoordigen in de politiek in Suriname, hebben zij dit soort bijeenkomsten georganiseerd. En los van het feit wat jouw politieke kleur is, maar ik vind dat we ook kritiek mogen leveren op onze eigen politieke partij. Jij bent president of jij bent minister. Wanneer is het moment geweest dat je op televisie komt? Of een persbericht in de krant schrijft van Sranamang, Arkidja of weet ik veel, dat je even het volk toespreekt. Want er worden berichten verspreid, de meest racistische dingen geroepen over elkaar, die ik hier in Nederland vanuit witte mensen nog nooit gehoord heb. En dat van mijn eigen Sranamangs. En daar begin ik me dan eigenlijk best wel onveilig te voelen. Want dan denk ik, wat zijn je bedoelingen? Het feit dat je dit niet eens afkeurt, benoemt. Je doet alsof er helemaal niks aan de hand is. En in diezelfde context, we laten het achterste van onze tong zien. En in diezelfde context wordt er dan ook gesproken over het ophogen van veiligheid. Het uitgeven van wapenvergunningen. Dan denk ik van, hey, welke kant gaat dit op? Dus laten we gewoon die dingen benoemen zoals het is. Wat zijn nou precies de bedoelingen van diegenen die ons zouden moeten vertegenwoordigen? Een vraag naar jullie toe. Weten jullie toevallig of dit gesprek ook in Suriname georganiseerd gaat worden? En wordt deze bijeenkomst ook in Suriname uitgezonden? Toevallig. Okay. En verder heel veel succes. Ja. Dank u wel. Dank u wel, Simeon. Misschien om even... Ja. We maken een snelle rondje. U bent de eerste. En misschien om even de vraag te beantwoorden. Voor ons, want we moeten zo stoppen. Ja. We hebben nog... We mogen iets uitlopen, maar... We laten het wel bij deze sprekers. Ik ben hier als eerste. Ja. Okay. Even nog om op Simeons vraag te beantwoorden. Voor zover ik weet worden dit soort bijeenkomsten niet georganiseerd in Suriname. Deze bijeenkomst wordt wel opgenomen, dus het is wel beschikbaar voor Suriname om te zien. Dus dat nog even een antwoord op jouw punt. Ja. Mijn naam is Alwin. Ik was de afgelopen weken in Suriname. En ik ook rond de periode... mijn naam is Alwin en ik was de afgelopen weken in Suriname. En ik heb het een en ander daar meegemaakt. Maar ik heb, toen ik in Suriname was, kreeg ik heel veel telefoontjes en berichten uit Nederland. En de berichten uit Nederland waren eigenlijk veel verontrustender dan de mensen met wie ik optrok in Suriname. En mensen vroegen mij ook eigenlijk van, wat doe je in de stad? Zie je niet dat er overal geplunderd wordt? Ik zeg, ik ben tussen de mensen. En er is niet een gevoel, ik had geen moment het gevoel dat de ene groep tegen de andere groep was. Dus in de hele periode
dat ik dacht van, hoe kan het nou zijn dat is de etnische, zeg maar, rivaliteit of is de etniciteit, speelt het een grotere rol in Nederland dan in Suriname? Want in Suriname gaat men heel gemoedelijker met elkaar om. En men respecteert elkaar ook. En men weet ook dat men elkaar ook heel hard nodig heeft. Mm-hmm. Als je ziek wordt, dan weet men, hey, als ik in het ziekenhuis beland, zijn het Maron-verpleegkunde, ja, Creoolse-verpleegkunde, van wie ik totaal afhankelijk ben. En de andere groep weet van, hey, toen de volgende dag de markten gesloten waren, was de optie van, oké, we gaan naar zondagmarkt, maar daar kunnen we tenminste nog onze groenten kopen. Dus in Suriname is er wel een bepaald besef dat men niet zonder elkaar kan. Ja, ja. En de harmonie is volgens mij veel sterker dan in Suriname dan in Nederland. Mm. Dus ook omdat ik... Ja. Ik denk dat uw punt duidelijk is. En dat punt is, hè, dat het eigenlijk in Nederland wat heftiger lijkt dan misschien in Suriname wordt beleefd. Ja, maar ik denk dat we het hier wel dat we het hierbij moeten laten voor uw bijdrage gezien de tijd. Dank u wel. Ja. Dan zetten we. Ik word... Maar kan dat punt worden geregistreerd? Dat lijkt me een heel belangrijk punt. Ja. Oké. Genoteerd, mevrouw Hedy Jane. Meneer, gaat u gaan. Ja, dank u wel. Ik ben Edward Mangal. Ik wilde eigenlijk het punt maken wat Pravini net maakte. Het gaat niet over de toekomst, die generaties die zich Nederlander voelen. Want hier staat er wel één. Ik heb namelijk heel weinig binding met Suriname. Dat komt door mijn ouders. Mijn ouders zijn in de jaren 60 hier naartoe gekomen. Ik ben hier geboren, ben hier opgevoed. Ik heb heel weinig binding met Suriname. Ik ben geloof ik maar 3 keer geweest in Suriname. En toen ik 1 was, toen ik 5 was en toen ik 30 was. Het laatste was inderdaad om te kijken van waar liggen mijn roots. En mijn roots liggen deels daar. Maar ik moet ook nog een keer naar India. Dus met wie moet ik mij dan identificeren? Ben ik een Surinamer? Nee, ik ben geen Surinamer. Wat kom ik hier doen? Week tegen racisme, we praten over... verschillende etniciteiten die met elkaar in gesprek moeten om elkaar te kunnen accepteren. En ik denk dat we elkaar wel kunnen accepteren, zolang we elkaar maar niet in de weg willen zitten. Maar dat gaat onvermijdelijk. En terwijl we hier wel met elkaar zouden kunnen opschieten, want hier moeten we namelijk samen een vuist maken tegen die witte persoon die ons niet gunt waar wij eigenlijk ook recht op hebben als Nederlander. En hoe ga je dan die discussie aan als jij continu blijft roepen, ik ben een Surinamer. Ja. Dus ik vraag me even af. Kijk, ik ben een Nederlander, ik zit in de politiek. Ik ben duo-raadslid in gemeente Amsterdam. En waar het om gaat is... Ik vecht hier tegen racisme en ik wil dat wij hier zorgen dat we een gelijkwaardige positie krijgen. En dat doe ik als Nederlander. Ja. Dat doe ik niet als Surinamer, dat doe ik als Nederlander. Dank Eduard. Ik denk dat je punt duidelijk is. Hè, dat in de strijd tegen racisme... Dank je wel. Het is een belangrijke vraag die je opwerpt. In de strijd tegen racisme zeg je dan... wij strijden als Surinamers tegen de ongelijkwaardigheid in Nederland... waar we het mee te maken hebben. Of strijden we als Nederlanders? En eisen we het Nederlanderschap, burgerschap op om die rechten op te eisen? Vraag die je neerlegt. Oké. Goedenavond, ik ben Mariska de Jong. Ik zeg altijd een veelzijdig mens. Moderators, panelleden, genodigde gasten. Goedenavond. Goedenavond. Dank je wel voor dit moment dat ik hier mag staan. Dank jullie wel voor deze prachtige, mooie week van racisme. Maar ook de week van de taal. Ik sta hier als Hindustaan. Ik sta hier als Maron. Ik ben een voorvechter voor, omdat ik Hindustaans ben opgevoed in de Maron-samenleving. Dus het is heel erg verwarrend, omdat ik dan kijk naar die mooie kant wat de Hindoe me heeft gebracht, het geloof. Het deel, kapitalisme zeg ik dan. Ja, ik ben ondernemer.
En daarnaast wil ik zeggen, het was heel erg verwarrend voor mij als kind om te wonen in een Hariram, Hare Krishna gezin. Waarbij ik moest streven om te ploeteren, om mezelf te kennen als mens. De identiteit van beide culturen, de Maron zijn, het Maron zijn en het stukje van het hindoeïsme. Ik sta er, ik sta op de grond. Maar wat schetst mij de verbazing? Wie ben ik als jullie staan? Maar wie ben ik als Maron kind? Die twee culturen hou ik vast. En ik kan heel veel over vertellen. Totdat je in dit land gediscrimineerd wordt door een eigen koelie, zeg ik dan. Een Hindustaan. Zo word ik genoemd, want als je kijkt naar mij, lijk ik op een madras. Dat klopt. Maar het is zo jammer dat wij niet als kunnen bundelen. Die culturele diversiteit die een vuist moet maken van verbondenheid waar we op kunnen rusten. Die vuist van genegenheid, van liefdevolle koestering, maar ook betrouwbaarheid die zo zoek is. Vanuit hier hoop ik dat vandaag dit een bloedvlek zal worden die zich steeds uitspreidt en groter moet worden, die liefde heet. Veiligheid en verborgenheid. Gebondenheid dat wij als zwarten hier in Nederland onze liefde, maar onze weg naar saamhorigheid en gerechtigheid kunnen vinden. Ubondru. Ja, maar ik moet een puntje van me komen laten zien. Want ik ben het waar. Als ik naar u kijk, zie ik een zwarte vrouw. Ik zie geen madras. Ik zie geen mensen staan. Dus ik ben het waar. Ja, mijn gevoel. Lieve mensen, ik denk dat we het gesprek wat nu ontstaat. Ja, het is het gevoel. Ik ben met Hindustanen opgegroeid. In een Hindustaanse huis. Aan de overkant was de Maronhuis. En dus daar sliep ik. En ik heb alle gewoontes. Allemaal wat een Hindustaan doet, doe ik. Ja. Ja, ik ben dat. Oké, we gaan u bedanken. We moeten nu echt. En u bent de laatste. Ik ben Wahida Abdulrahman. En mevrouw, dank u wel voor uw verhaal. Uit uw verhaal maak ik op dat u in uw transitie in de war bent geweest. En dat u uiteindelijk uzelf heeft herpakt. Uzelf heeft gevonden en trots ben op uw achtergrond, uw identiteit. En ik denk dat de identiteit, dat je je geschiedenis moet kennen om vorm te geven aan je identiteit. Willen we gaan naar de toekomst, dan is het ook heel belangrijk om open te staan voor elkaar. En dat is de kern. Als je open staat voor elkaar en geïnteresseerd bent, dan kom je ook verder in die eenwording. Anders hebben we het altijd over zij en wij. En dat hokjesdenken. Dus daar moeten we eigenlijk van af. We moeten meer toenadering zoeken en open zijn voor elkaar. Goed, dank u wel. Dat vind ik belangrijk. Dank u wel. We gaan hier afronden. We gaan toch naar de panelleden, want even in het kort. Hoe heb je deze avond beleefd en wat heb je aan boodschap naar het publiek? Ik vond het eigenlijk een hele fijne avond. Ik had van tevoren verwacht dat er gelijk achterste van de tong gesprekken gevoerd zouden worden. Uiteindelijk heb ik toch wat. Hebben we dat ook gekregen vandaag? Ik zie het als een goede eerste stap van het gesprek te voeren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we echt op zoek gaan naar de positieve overeenkomsten die wij als Surinamers met elkaar hebben. Als Hindustanen, Afro-Surinamers, Surinamers. Eigenlijk. Wij samen. En ik vind wij haten elkaar en dat soort woorden vind ik zeg maar niet bijdragen aan zeg maar de, de ja, het,
tegen de polarisatie die nu plaatsvindt. Ik denk dat we het eerder moeten hebben over One Love. En hoe, zeg maar, verbind je elkaar en hoe versterk je elkaar op allerlei gebieden. En dat is ook wat ik aan jongeren probeer mee te geven. Dus echt de next generations. Dat ze in elkaar gaan investeren en echt gewoon op die one love vibe gaan. In de plaats van op die wij haten elkaar vibe. Gerald, Leslie, bedankt. Risma, wat is hij ook? Ik vond het een mooie avond. Ik vond de sfeer heel gemoedelijk en heel warm. En ik denk dat het een mooie start is geweest om... we moeten denk ik hierop verder gaan. Hoe we ons meer kunnen verbinden. In eerste instantie denk ik met onszelf en daarnaast met elkaar. En fijn dat dit gebeurd is. En mijn boodschap is... Wang Saranang, so many Viviri, so many Sking, so many Tongo, Wang people. Thank you. Meneer Leisman, Damani. Yes, nee, ik heb ook genoten van de avond. Ik heb verschillende perspectieven gehoord. Ik ben het niet met u eens. ik denk dat we vooral de ruimte moeten nemen om ook ons Surinamerschap te claimen. Ongeacht wat ons paspoort zegt. Want ook dat is iets wat iemand maar op een dag heeft bedacht. Dat we paspoorten hebben. Maar ik wil jullie vooral met een uitdaging de deur... meegeven. In mijn werk in queergemeenschappen in Den Haag... werk ik met mensen van kleur... die allemaal verschillende achtergronden hebben. Maar we worden toch... gebonden vaak door de strijd die we hebben op basis van rechten die ons vaak worden ontnomen. Dit creëert gevoelens bij ons en bij de mensen met wie ik werk. En wat heeft geholpen om samen te werken is door te benoemen wat we ervaren. En dan komen we erachter dat we vaak hetzelfde ervaren in een andere vorm. Dus ik wil jullie uitnodigen om dingen te benoemen. Mensen vragen om dingen te benoemen. Vooral je gevoelens te benoemen. En dan achter te komen waar die overeenkomst zit. Ramani. Leidsman. Ik geef zo direct het laatste woord aan... mijn lieve vriendin, Brittany. Want ik wilde zeggen over deze avond... ik wil ook iedereen bedanken... die... ervoor heeft gekozen om hier te zijn op deze avond. Ook de mensen die het achterste van hun tong wilden laten zien. Maar het feit dat u hier was, geeft ook aan... en dat is het gevoel wat ik meeneem naar huis... dat u vandaag hier was... omdat u ook een rol van betekenis wil spelen... want het ging om spanningen tussen die twee groepen... en dat u dus geneigd bent om... eraan mee te werken, zodat we zeg maar, de relatie gaan verbeteren. Dat we dat op een bepaalde manier gaan versterken, die verbanden. Dus ik ben blij dat u er bent en dat u die bijdrage wil leveren. Ik hoop dat een ieder dat gevoel meeneemt... en dat we dat gevoel van haat of vijandschap... dat we kunnen helpen dat te beslechten... en te gaan naar een mooie toekomst voor ons hier in dit land... maar ook voor de mensen in Suriname. Meer respect. Respect. Ja, maar in elk geval... mijn dankbaarheid is groot... omdat u hier was vanavond. Brittany, yes. Jouw laatste woord. Ja, ik wil jullie ook ontzettend bedanken... voor jullie komst en de openheid waarmee we het gesprek hebben gevoerd. De ruimte die we elkaar gaven om op tafel te leggen... wat er speelt in de hoofden en in de harten... En ik wil jullie ook uitnodigen voor vervolg. Want dit is een eerste aanzet. Ik hoorde velen van u al zeggen... we zouden eigenlijk dit gesprek moeten continueren... Hè, om nader tot elkaar te komen. Om ook het achterste van de tong... Hè, dat wordt het thema van de avond... te kunnen laten zien. En wij willen dat doen...
in juni. Het idee is om in de maand dat Kitikoti maand en ook Indian History maand wordt gevierd, dialoogtafels te gaan organiseren. In samenwerking met Kitikoti dialoogtafel. Ik zie Mercedes ook al in de zaal, zit heel fijn. Fijn dat je er bent. Ja, maar je moet het... En, sorry? Je moet het op Kitty moeten wij. Oké, dat gesprek kunnen we altijd nog voeren. Maar wat ik u wil vragen is, als u interesse heeft om deel te nemen aan zo'n dialoogtafel, dan ziet u, voor degene die met QR-codes werken, kunt u de QR-code scannen. En dan kunt u een aanmeldingsformulier invullen om aan te geven dat je interesse hebt, zodat als we het inderdaad gaan organiseren, dat we u ook direct kunnen uitnodigen. Als u denkt van, laat die QR-code voor wat het is, ik zit hier nog. Als u zegt, kunt ook gewoon naar mij toe komen en dan zorgen ervoor dat u de uitnodiging krijgt als het zover is. Dus weet dat dit een vervolg krijgt. En dat we graag u op andere momenten verder zien. Voor de rest ook nog grote dank aan de panelleden, Damani, Rishma en Gerald. En hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel, Glenn. Nou, bedankt aan ieder en wel thuis. Het was waar genoeg om hier te zijn. Dankjewel.